Ik heb echt mijn hele leven een zieke angst gehad om te spreken. Ik heb, denk ik, elke spreekbeurt in mijn leven geskipt. Nu sta je in het theater. Vandaag tegenover mij iemand met een verhaal waarin veel luisteraars zich zullen herkennen: Jorn Luca. Jorn zat kniediep in de techno zien. Hij draaide en organiseerde feesten in clubbasis. en was daarnaast mede-eigenaar van het muzieklabel Valt Het, waar namen als Brek, Cynthia Spiering en Ketting onder contract staan. Zo werden voor Jorn de dagen steeds korter en de nachten steeds langer. En er is maar één manier om zo'n levensstijl vol te houden. Toen ja, ik meer in, die, in dat dj en zo terecht kwam, ging ik ook steeds meer drinken en steeds meer drugs gebruiken eigenlijk. Ik heb dit echt verneukt, zeg maar. En dat is het moment geweest dat ik dacht van oké, okay, er gaat iets niet helemaal lekker hier. Jorn besloot zijn oude persoonlijkheid en de giftige sferen van het nachtleven achter zich te laten. En nu verkoopt hij theaters uit, spreekt hij op verschillende evenementen... ...en nodigt hij Nederlands grootste namen uit op zijn podcast The Truman Show. In deze aflevering neemt Jorn je mee door de stappen die nodig zijn... om de meningen van anderen van je af te schudden... en te beginnen met het leven van je eigen leven. Dames en heren, welkom weer. Een nieuwe aflevering vandaag van Schouders eronder. En tegenover mij zit, zoals elke week, weer een hele bijzondere gast. Uh, Jorn Luca, welkom. Tof je dat wel. je er bent. Um, wederom, zoals ik eigenlijk elke week zeg, weer enorm uitgekeken naar dit gesprek. We hebben al een lange tijd contact gehad via, via Insta... Uh, Door wat tripjes naar het buitenland en dan elke keer weer in de agenda schuiven. Uh, zitten we nu dan toch eindelijk hier. En kijk naar uit. Ik heb er zin in man. Nice, ik ook man. Superleuk. Mooi. We gaan er wat moois van maken. Hey, waar ik benieuwd naar ben, is uh, we hadden het van tevoren er al even over. Je verhaal van hoe je bent gekomen naar waar je nu uh, staat. Die is al meerdere malen overal de diepte in uh, over ingedoken. Toch wil ik hem een, een klein stukje pakken. In dat stukje van die dancing: over uh, wat je in andere podcast ook benoemt als escapisme. Mm. Waar kwam het stukje dat jij in die dance scene aan het werk was, op een gegeven moment het gevoel van ik ben aan het vluchten naar het feesten in plaats van echt de feesten organiseren zelf en mijn gedrag op die feestjes zelf. Waar kwam dat bij jou een beetje vandaan? Ik um, vind ik een goede vraag. Ik denk, ik weet nog niet eens of ik dat zo bewust heb gedacht en gevoeld toen ik er nog in zat. Mm -hmm. Ik weet wel, dit verhaal heb ik ook wel vaker verteld, maar ik weet wel dat ik, want ik, naast dat ik uh, de feestjes organiseerde aan die club had, draaide ik ook op een gegeven moment ook veel. Ik denk dat ik op een gegeven moment, ik ben dat uh, DJ'en ingegaan omdat ik toch meer wilde doen. En ik, ja, ergens op een gegeven moment, uh, ik weet niet, ik ben begonnen met feestjes, toen heb ik op een gegeven moment de club gestart. Mm -hmm. En dat was met meerdere compagnons en dat was op een gegeven moment ergens wel ingewikkeld. En ik, ik ben gewoon iemand die gewoon heel veel nieuwe dingen moet creëren eigenlijk. En mm -hmm. Ja, dat is... Ik denk dat dat... Nou, dan kun je later op, op, op heel veel lagen analyseren hoe dat zit. Maar nou, dat is wel... Dat is iets waar ik sterker in ben. Ik vind dat ook leuk. Nieuwe dingen maken, nieuwe dingen creëren en dat opzetten. En dat werd op een gegeven moment werd dat voor mij steeds moeilijker. En toen ging ik DJ'en. Um, om het toch weer te prikkelen eigenlijk op een bepaalde manier. Om mezelf uit te dagen. En dat deed ik. En dat ging ik op een gegeven moment steeds meer doen. Uh, en ik denk ook dat tegelijkertijd... Daarmee, zeg maar, mijn nachtelijke uren steeds meer werden aangezwengeld. Dat was al veel. Uh, maar en ook daardoor steeds meer, niet alleen daardoor, maar ook daarmee steeds meer verdovende middelen in het spel kwamen eigenlijk. En dat, ja, ik denk naarmate ik steeds minder ging creëren en naarmate ik meer in, die, in dat DJ en zo terecht kwam, ging ik ook steeds meer drinken en steeds meer drugs gebruiken eigenlijk. Mm -hmm. Tot op een bepaald punt ik een gig had in, uh, in Amsterdam, best wel een grote ook, en, uh, waarin ik... Um, ja, dat ik moest laten draaien en ik was er al vroeg, omdat uh, ik was met vrienden en vond het allemaal leuk om vroeg te gaan. Ja, dan begin je dus ook vroeg met drinken en zo. Mm -hmm. En toen was ik eigenlijk al tijdens mijn set al zo weinig uh, nog meer waard dat ik, uh, dat ik me set niet eens kon afmaken omdat ik gewoon te erg naar de klote was. Yeah. En um, dat was eigenlijk voor mij wel toen ik die volgende ochtend wakker werd. Nou, toen heb ik de eigenaar van het feest gebeld waar, uh, um, waar ik draaide, waar het gebeurde om excuus aan te bieden. En dat zeg maar. Dat moment alleen al, weet je dat je echt wel wakker wordt en echt voelt: oké, okay, ik heb echt gefuckt up. Ik heb, dit echt, ik heb dit echt verneukt, zeg maar. En dan de ballen bij elkaar rapen om, uh, om die eigenaar te bellen. Uh, dat, dat zijn voor mij wel momenten geweest dat ik. Um, ik denk dat het is het moment geweest dat ik dacht: van... oké, okay, er gaat iets niet helemaal lekker hier. Uh, en toen ben ik ook van een op de andere dag gestopt met drinken en met drugs gebruiken en alles in één keer klaar. Mm -hmm. uh, ik denk dat. Vanaf dat moment begon ik me wel begon ik aan die scene een beetje anders te kijken. Weet je, want ik had nog steeds, of ik moest nog steeds draaien, of ik um, moest aan de club om, of naar een van mijn evenementen. Weet je. En als ik daar dan stond, mm -hmm. merkte ik al dat eigenlijk het plezier voor mij daar uit weg was. En dus dan zie je dus ook wat eigenlijk de lijn was geweest van die paar laatste jaren dat ik er nog zat. Vooral denk ik toch het vluchten in, in, in die dranken en in die drugs. Um, maar begon ik me ook steeds meer te realiseren, een beetje naar het spelletje te kijken en, en te denken van... Jezus, maar wat, wat doe ik eigenlijk? En ik denk dat daar wel de eerste momenten zijn geweest dat ik echt al dacht van... Oké, okay, ik heb altijd gedacht dat ik gewoon mensen bij elkaar bracht en, en iets heel moois daarmee deed. En in a way is dat ook wel zo. Hè? Ik heb echt totaal geen spijt van wat ik heb gedaan in die periode. Ik ben er echt sterk nog best wel trots op. Dat ik dat zo op die manier heb kunnen doen. En hetgeen wat ik mijn hele leven heb gedaan is eigenlijk altijd vanuit mijn passie gewerkt. En dat was toen wel eenmaal mijn passie. En daar heb ik mijn werk van gemaakt. Dus nou, ik vind dat echt, ik kijk met heel veel dankbaarheid terug op die periode. Ook wat ik heb meegemaakt aan de drank en de drugs. Want ik zou het nu nooit meer doen. Maar echt wat ik allemaal heb meegemaakt. Ja, je zou er een boek over kunnen schrijven. <tiedert> maar ik denk wel dat op het moment dat dat gebeurde, ik me echt realiseerde wat ik zelf aan het doen was. En ik dus ook meer om me heen kon kijken en in die scene kon kijken. van... Oh ja, het is ook best wel giftig eigenlijk. Want het hangt wel echt aan elkaar met drank en drugs. En mensen komen er niet. Het is. Ik denk dat dat het belangrijk is. Oh man, ik heb hier van de week nog een heel gesprek over gehad met Matthias de Smet. Over zingeving en over vrijheid. We doen een theatertour nu. Ja. Die uh, de weg naar vrijheid als thema heeft. En uh, hij had. Ik vond het heel mooi wat hij zei. Is uh, vrijheid is nee kunnen zeggen tegen je impulsen... nee kunnen zeggen tegen uh, eigenlijk bepaalde dingen die, die jou roepen... waarin je misschien, ja, die toxisch zouden kunnen zijn... of niet goed voor je zouden, zouden kunnen zijn. Toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk wel een mooie manier om daarnaar te kijken. Um, maar ja, dat is, dat, dat is wel wat ik me toen ook... echt zeker toen ook realiseerde, maar nu ook weer door dit gesprek... dat is natuurlijk ergens ook zo. En, en ik dacht ergens altijd van joh, die dance zien en dat daarin samenkomen. Dat is dus super tofs En dat is echt een, een toevoeging in je leven. Maar dat kan dus ook. Dat kan het zijn. Als het echt een toevoeging is in je leven. Maar als je het doet om te vluchten of ergens van weg te gaan. Mm -hmm. uh, dan denk ik dat het vaak een toxisch. Um, iets toxisch te onder kan, kan hebben. Dames en heren, we onderbreken de podcast even. En dat voor iets heel ergs belangrijks. We zijn de afgelopen tijd super hard gegaan. En dat kan oprecht niet zonder jullie. Maar we willen natuurlijk door blijven groeien zodat we voor jullie betere gasten krijgen en hogere kwaliteit podcasts kunnen maken. Dus wat willen we? Alsjeblieft dat jullie doen. Abonneer even op mijn YouTube kanaal, laat even een reactie achter, like deze aflevering en dan gaan we door met groeien en dat is voor jullie alleen maar voordelig. Dus doe dat alsjeblieft en dan gaan we nu verder met de aflevering. Wat je zegt natuurlijk van je werd door je compaions van het daar een beetje klein gehouden... je kon niet meer je ei kwijt in hetgene wat je deed, was dat echt het? Want ja, ik weet dat jij heel erg um, jezelf uh, hebt ontdekt en jezelf heel erg tegen bent gekomen in bepaalde facetten van je leven. Was dat het enige wat erachter zat? Of zit er, zat er meer schel achter het vluchten van een bepaalde situatie of van je. Uh, oh gedachtes? nee, of? ja, ik, uiteindelijk denk ik dat. Um, en dat is net wat ik bedoel, wat ik zei over ik wil altijd iets nieuws creëren. Mm -hmm. en, en ik ben daar heel sterk in. En dat is ook zo. Maar en dan, ja, dan ga je een beetje naar het trauma stuk kijken en naar pijnplekken. Ik denk wel, ik denk dat vaak wat ons vormt. Uh, tot de mensen die we vandaag de dag zijn, zijn dat dat vaak voortkomt uit de dingen die je hebt meegemaakt uit je leven. Mm -hmm. En ik denk dat dat bij mij ook zo is. En ik denk dat mijn manier van creëren en mijn manier van nieuwe dingen opzetten, uh, dat is natuurlijk aan de ene kant heel erg mooi. Maar aan de andere kant komt dat denk ik ook uit een pijnplek voort om maar bezig te blijven. Om maar nieuwe dingen te blijven doen. Om daar maar je goed over te voelen. Mm -hmm. Om misschien wel bepaalde dingen niet te hoeven voelen. En ik denk. Als je dat dus bij mij wegneemt, dat stuk van het creëren, mm -hmm. um, en destijds dus in die dans dus zien, dan kom je dus misschien wel uit bij een laag van dingen die je eigenlijk liever niet zou willen voelen. En in plaats van dat je die dus voelt, is er denk ik, dat is denk ik de diepere laag, is dus bij mij die drank en die drugs voortgekomen mm -hmm. um, om niet te hoeven voelen. Ik denk dat dat bijna voor iedereen geldt die in dat soort patronen, weet je, het zijn. Ja, ik, ik vind het. Ja, het was een verslaving aan de ene kant. Aan de andere kant is het voor mij nooit soort van extreem geweest dat ik het door de week ging doen of dat het me echt ging overnemen. Maar ik denk wel dat in die laatste drie jaar, drie jaar begon het wel heftig te worden met de weekenden. En de weekenden duurden steeds langer. En de nachten <laughs> waren steeds langer. En het, het slaap werd ontbrak eigenlijk op een gegeven moment bijna in zijn geheel in de weekenden. Um, dus dat, dat, werd toen wel, dat werd toen wel heel heftig. En ik, ik denk wel dat het bij een groot deel, dat verslavingen wel voortkomen uit het niet willen voelen van iets. Mm -hmm. En dat, dat is wel iets wat ik heb geleerd door de afgelopen jaren. Dat waar loop je voor weg? Wat uh, consumeer je? Wat neem je tot je? Um, en hoe bewust gaat dat wat je tot je neemt? En uh, ja, wat verstop je er eigenlijk mee aan de andere kant? Ik denk dat dat ook wel een beetje is wat Matthias zegt natuurlijk. Hè. Ga je in op elke impuls die je voelt? Ga je um, uh, het weekend stappen om, om te drinken? Ja, als dat een toevoeging is en als dat op een bewuste keuze gebeurt, dan is dat denk ik niks mis mee. Doe je dat omdat je weg wil zijn, weg wil lopen van, van iets wat je wil, wat er gevoeld wil worden, van iets in je leven wat je aandient te kijken. Mm -hmm. ja, dan, dan denk ik dat dat niet een houdbaar concept is. En dat heb je bij mij ook gezien. Weet je, dus op een gegeven moment je kan er. Ik ging meer drinken, meer drinken, meer, meer de nachten in. Um, omdat denk ik, er iets steeds duidelijker werd. Weet je, er wilde gewoon iets steeds duidelijker gevoeld worden. En ergens voel je dat dus nu hè, met terugwekkende kracht, toen mm -hmm. heb ik dat echt niet zo ervaren. Nu kan ik dat wel zo zien. Dat er zich steeds iets meer aandient om gevoeld te worden. En dan, ja, dan kan je er of mee zitten en de realiteit onder ogen komen. Of je gaat nog verder dat nachtleven en nog verder drinken, nog verder vluchten. Het kan nachtleven zijn, het kan ook eten zijn, het kan ook je telefoon zijn, het kan gamen, whatever. Welke verslaving dan ja, ook? het kan van alles zijn. Maar ik denk inderdaad, heel, wat je op een gegeven moment nu met terugwerkende kracht gewoon goed ziet, is dat je beseft van um, dat als je het doet, dat het een bewuste keuze is om uh, het nachtleven weer een keer op te zoeken. En dat je weet dat het bijdraagt aan iets voor jou op dat moment zelf, in plaats van dat je ervan wegrent. En ik denk wat je ook in het begin al aangaf, is die impulsen, dat je daar nee, kan tegen, zeg, nee tegen kan zeggen, dat gaat echt die vrijheid creëren voor oh. jezelf. Want dan heb je dus een langetermijnvisie. Wat is groter is dan een korte termijn impuls, waardoor jij nee kan zeggen en dus gaat creëren naar hetgene waar je op die lange termijn naar op zoek bent. Ja, en dit is echt iets wat ik eigenlijk pas heel recent, soort van echt ben gaan doorvoelen, dat dat zo is wat jij nu zegt. Want ergens, ik ben namelijk wel echt all for alles is mogelijk. Mm -hmm. die, die geloof ik ook echt. Alleen, het, het zit in het, als je dat als een soort grenzeloosheid gaat aannemen, dan zit daar bijna een soort... Het is er een paradox in dat het eigenlijk een soort gevangenschap wordt. Omdat als alles maar mogelijk is, constant alles maar mogelijk is, um, dan word je daar automatisch ook een beetje grenzeloos van. En dan, en dan, ik denk juist ergens dat, en, en dat zei Matthias voor mij heel erg mooi, maar ik, ik, ik denk dus ergens dat het juiste vrijheid erin zit, is dus dat je je impulsen onder controle hebt. En ik denk als je dat echt bewust kan gaan kiezen. Uh, en als je daar controle over hebt, en je kan bewust gaan kiezen, dan kan je echt vrijheid tegemoet gaan. En dan kan je echt ook gaan creëren. En mm -hmm. echt in dat eindeloze stappen ergens. Ja. Snap je het is een soort, dat vind ik zo vet aan het leven, want bijna alles, alles is een paradox. Maar daar zit, daar zit ook weer een paradox in van. Oké, okay, wil je aan de ene kant heel erg vrij, vrij zijn, dan heb je jezelf toch te bekaderen. Mm -hmm. Want in, binnen die kaders zit je echte vrijheid. Mm -hmm. En ik denk namelijk in het hele grenzeloze. Ver, vervaagt die vrijheid eigenlijk. Mm -hmm. Dan wordt vrijheid bijna een soort gevangenschap. Dus kaders en grenzen zijn iets heel moois... juist om meer vrijheid te kunnen ervaren. Juist om je doelen te kunnen behalen. Juist om echt iets neer te kunnen zetten. Ja. Ik ben wel benieuwd. We pakken hem zo meteen even door... ook op je, uh, op je verhaal, Truman Show en Dead Spirit... en dat soort dingen allemaal. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik ben ook echt enorm benieuwd... hoe jij überhaupt kijkt naar het begrip vrijheid. En helemaal onder de huidige generatie. Want ik denk dat er af en toe ook wel eens een keer een verkeerde blik op... is dat vrijheid het ideale plaatje is... maar dat daar niet het werk ingestopt, voor voor, uh, ingestopt wil worden... om dat ook echt te gaan bereiken. Want ze hebben dat plaatje van vrijheid al in hun hoofd... in Bali met de kokosnoot en twee uur per dag achter hun laptop. zeg maar. Hoe kijk jij naar het begrip vrijheid onder de huidige generatie... en hoe zie je dat dat de aankomende periode misschien nog wel vorm gaat geven? Ben jij e-commerce ondernemer en heb je nog geen e-mailmarketing in place... dan laat jij gratis geld... Liggen. Op zo'n 100 bestellingen loop je zo'n 15 tot 25 extra bestellingen mis als jij geen e-mailmarketing hebt staan. Maar bij wie moet je dan zijn? Samen met Flis e-mailmarketing zijn wij een partnership aangegaan om jou als e-commerce ondernemer te gaan helpen. Klik op de link in de bio en kijk of het wat voor jou is. Pouw, ik vind ja, je, je hebt nu raak je een thema aan waar ik de afgelopen maanden heel veel over had nadenken ben. omdat mm -hmm. Ja, precies, zoals je net zei, we doen de, de, een theatertour op dit moment. De weg naar vrijheid, dat was de titel die we, die we kozen, omdat ik ook wel zie dat het misschien wel het belangrijkste thema is wat er is. En dan, dat, weet je wat, het, dat, is, dat is echt wat ik me realiseerde, want vrijheid betekent zo voor iedereen wat anders. Het is zo geen, ja. het is zo niet één woord wat, wat je soort van kan opplakken. En want weet je wat voor mij vrij is, kan voor jou misschien wel echt totaal anders voelen dan, dan vrij. Weet je beklemmend of en andersom weer. Dus het, het is zo'n gelaagd woord. En um, ja, ik kan daar echt verschillende dingen over zeggen. Maar kijk, laat ik beginnen. Ik ben net teruggekomen uit Zuid-Afrika. En toen zat dat woord al in mijn hoofd: vrijheid, vrijheid, vrijheid. En als je in Zuid-Afrika komt. De mensen die er geweest zijn, die zullen het weten. De mensen die er nooit zijn geweest, die kunnen zich, denk ik, geen voorstellingen van maken. Maar het is een prachtig land, maar het is extreem in alle opzichten. Ja. Ziek extreem. Een ja. rijk en arm, dat is. Ja, een zon, ik, heb, ik ben niet in een land geweest waar het verschil groter aanwezig is dan, dan in Zuid-Afrika. Ja, het, het is echt bizar, Het is echt ziek. Ja. En. Um, nou, ik, ga, ik bedoel, ik heb er lang gewoond, dus ik heb nog steeds contact met mensen daar. En ik heb um, een, een huishoudster daar wonen, Linda heet ze. En um, zij woont in een township, een uh, Krottenwijk eigenlijk. Ja. Dus. En daar heb je er in Zuid-Afrika aardig wat van. En een hele grote is in de buurt van Kaapstad, is Kailicha. Daar wonen 5 miljoen mensen. Dat kunnen mensen zich niet voorstellen, 5 miljoen ja, mensen echt, echt Jij, op zo'n ja. relatief klein stukje ja. op elkaar gepropt. Ja. Nou, zij woont in, in Mandela Park, dat is bij Houtbeen net ergens anders, net iets wat kleiner. Maar het, het is ook zo'n zo township. En elk jaar, of in ieder geval altijd als ik er ben, dan bel ik erop op en dan ga ik erheen om haar op te zoeken. Omdat, nou één, zij heeft gewoon mij praktisch mee opgevoed, dus ik heb gewoon echt een zieke connectie met die vrouw. Mm -hmm. Maar ook omdat ik het gewoon mega, mega belangrijk vind om, als ik er ben, om me weer te realiseren hoe de wereld echt in elkaar steekt. Want dat is ook de wereld. En dus ik ga er altijd bewust naartoe. En ik vertel dit verhaaltje ook in mijn, uh, mijn theatertour. Dan nou twijfelde ik even of ik het moest vertellen. Maar uh, ik ga het wel doen, omdat ik het echt wel, Het, het leeft in mij. En ik vind het gewoon echt. gewoon... Het laat mij altijd echt, echt goed erover nadenken over de situatie. Maar goed, ik ga het wel vertellen. Want de laatste keer dat ik er was. Uh, ze haalden ons op. Beneden aan, uh, aan, um, aan het begin. Aan de voet van, uh, van, van de township, zeg maar. En dat grens aan een politiebureau. Heel groot politiebureau. Um, maar ze haalt ons daar op, omdat als wij daar alleen over straat zouden lopen in die townships, ja, dan, dan is het gauw klaar. Zeg Ik wilde maar. dat net vragen aan je, van ja. hoe, hoe ga je daar naar binnen? Ja. ja, dus je moet iemand hebben die daar woont, want als je daar met iemand bent die er woont, dan, nou ja, dan, dan is het in ieder geval een soort van veilig. Maar je voelt je echt niet veilig als je erheen loopt hoor, want iedereen kijkt naar je. Het is echt een super grimmige sfeer en... Weet je, het zijn echt allemaal krotjes op elkaar gebouwd, en afval ligt langs de kant van de weg door je ratten. Geen, weet je, open riool, geen stromend water. Je kunt je, niet, je kunt je echt niet voorstellen hoe dat is als je er nooit bent geweest. En ik probeer het altijd wel echt goed uit te leggen, maar dan, dan nog kan je het niet goed voorstellen. En ik was daar, dus wij gingen met haar um, uh, naar haar huisje, dus een kwartier lopen door die, door die township heen. Nou, ik neem altijd een dikke boodschappentas mee met allemaal spullen voor er en een beetje geld ook. Weet je, ja, wat kan je doen? Niet heel veel kan je doen, maar dat kan je in ieder geval doen. Um, en ja, toen gingen we in de hutje zitten en dan gingen we met haar praten. En dan gingen ze allemaal verhalen vertellen, natuurlijk over vroeger, wat allemaal superleuk was. Maar ze gingen ook dan, wat ik dan altijd doe, expres vragen naar, hoe is het nu? Weet je, hoe gaat het nu hier? Hoe gaat het met jou? En Want ik wil gewoon echt... Mijn ogen openen voor hoe de wereld echt in elkaar steekt. Je kan zo makkelijk je ogen dicht doen. En gewoon doen alsof het niet bestaat. Ook in Kaapstad, weet je al. Als je met je dikke uh, pick-up of in ik geval door de straat heen rijdt. Door Strand Street. En al die uh, hutjes daar langs de kant van de weg staan op de straat. Ja, je kan doen alsof het niet bestaat. Maar het bestaat, man. Je, moet er gewoon, je mm -hmm. wordt gewoon gedwongen om naar te kijken. En dat doe ik dan ook graag. En nou, ik ging dus... Uh, ik vraag dan altijd hoe het met de gaat. En zij, zij vertelde me uh, dat, uh, dat het steeds slechter ging. Steeds slechter en steeds slechter. Want de, de, het ANC is daar aan de macht. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Het ANC is de partij van Nelson Mandela. Mm -hmm. Dus die is nog steeds, sinds dat Nelson Mandela toen nou, dat hele gedoe, sinds de afschaffing van de apartheid, is die partij aan de macht. Nou, dat is misschien wel nog corrupter dan, dan de regering die daarvoor zat. Al het geld verdwijnt daar in de zakken van de politici, zeg maar. En het verschil wordt alleen maar groter. En iedereen is nu eigenlijk aan zijn lot overgelaten. En zij zegt dus ook tegen mij: tijdens de apartheid was het beter. En een zwarte vrouw, hè? tijdens de apartheid was het beter, zegt ze tegen mij. En dat was echt de tiende in, in, die, in, die, in die twee maanden dat we er waren die dat, die dat tegen me had gezegd. Dus kun je je voorstellen hè, dat je daar dus als een zwarte persoon leeft en dus de apartheid beter vond dan, dan nu. Weet je, dat, is, dat zegt toch alles over het woord vrijheid alleen al. Mm -hmm. Hoe je dus naar een soort gevangenschap terug kunt verlangen, omdat het nu nog vaktapper is. Ja. Weet je, dat zegt dat, zegt dat over, over dat hele gedoe. Maar weet je wat Dat maar ook? Weet je, daarom ga ik er ook graag heen. Omdat ik, als wij dan hier in Nederland, weet je al, zitten we te, te mieren over dat we twee uur per week willen werken. Daar wilde ik echt naartoe gaan. En zitten we, dit moet ons en dit is zo en dat is zo. Denk ik, joh, ga even daar één dag in zo'n township meelopen. Eén dag, een uur in een township meelopen. En ga me dan vertellen over wat je hier voor vrijheid ervaart of niet voor vrijheid ervaart. En ik vertel die in mijn theatertour. Dus vertel ik dit verhaaltje altijd kort, omdat. Het is super denk ik waardevol om over vrijheid te praten en over hoe we vrijheid moeten inrichten en wat je daarvoor moet doen en over innerlijke vrijheid en over trauma's en al dat werk en dat is mega belangrijk. Alleen we moeten ons denk ik ook beseffen in wat voor een luxe positie wij staan, dat wij daar met elkaar over kunnen praten mm -hmm. um, en hoe eigenlijk dus ook dat we het eigenlijk bijna verplicht zijn aan onszelf om dat dan ook Echt uit te gaan werken en ook echt ergens vol te voorgaan. En om, om de wereld een stukje mooier te maken. Of om bij te dragen aan iets moois of aan iets beters groter dan jijzelf. Want weet je, wij gaan die problemen niet oplossen met die mensen in Afrika. Dat gaat nooit gebeuren. Nee. Maar de wereld is wel zo. Weet je, volgens mij leven er meer mensen zo. dan dat de mensen leven zoals wij, zoals dat is wij hier. Bizar. Dat is echt lijp. En het is echt, je wordt zo als je daar loopt. Want ik ben er vorig jaar ook geweest. Je wordt zo. Gehumbeld en met beide poten op de grond gezet, als je daar alles maar een uurtje, alles maar tien minuten door, door een sloppenwijk loop of door de, uh, uh, heen loopt of daar doorheen loopt, dan inderdaad ga je beseffen, als die mensen dezelfde kans zouden krijgen als die jij in Nederland krijgt, hoe zouden zij ermee omgaan? en dat verschil en dan moet je gewoon van de daar gewoon alles pakken wat wat er te pakken valt man en gewoon gas geven ja. en niet en niet die slachtofferrol in en, en, en blijven zeuren over wat er hier allemaal wel of niet goed gaat ja. nee als die mensen dezelfde kans zouden krijgen als jij in Nederland die zouden god op hun blote knieën danken dat ze dat zouden kunnen ja het is het is echt humbling dat meen ik en dat is het hele land hoor. ook de wildlife en oog en oog zijn met olifanten en dat soort shit weet je dat is ook humbling omdat je ook beseft dat is ook vind ik ook een hele belangrijke Weet je, we zijn zo ver van de natuur afgekomen staan mm. dat um, wij altijd maar denken dat we groter zijn dan de natuur. Ja, Ga oog in oog met een olifant staan of een familie olifanten staan die, die hun uh, kalfjes zitten te beschermen. Uh, dan is het gauw afgelopen hoor, met dat jij denkt dat je groter bent dan de natuur. Want als die olifant besluit nu één poot op jou te zetten, is het klaar. Mm -hmm. En dat denk ik, dat was het letterlijk, heb ik dat meegemaakt de laatste keer. Dus daarom kan ik het nu ook zelf vertellen. Ja. Um, maar het is, weet je, dat is. Dat heeft me ook gewoon zo. We zijn zo ver van alles afkomen te staan en, en zijn zo doorgeslagen het hele materialisme en het hele dat ga bezoek bezoek dat land, weet je, bezoek dat land. Ga in die natuur, ga zien dat we echt niet op, op boven de food chain staan als wij onze wagens en auto's en shit inleveren. En ga door zo'n township lopen om de echt te, de echte wereld te zien en te leren ontdekken en voel daar. Ja, voel daar je positie naartoe, hoe wij daar naartoe kijken en hoe, hoe jij daar jezelf toe verhoudt. Hoe, hoe komt het, denk je, dat we zo ver van die echte wereld zijn komen te staan? Hier bijvoorbeeld in Nederland of waar dan ook in de wereld. Hoe komt het dat wij zo ver van dat soort dingen af zijn komen te staan? Oh man, dat is echt. Ik denk dat ja, of het nou expres gebeurt of niet expres gebeurt, maar het is die hele ontwikkeling van. Ik denk die hele technologische ontwikkeling die daar die daar enerzijds voor zorgt, maar ik denk ook, weet je wat het ik ben hier natuurlijk veel over gaan nadenken van hoe komt dat dan en is dat dan een, een soort van bewust proces of, of gaat dat gewoon, is dat gewoon het systeem of waar we naartoe bewegen. Maar ik denk wel dat een groot deel wat een groot deel ervan te maken heeft. Kijk, ik geloof sowieso wel heel erg dat hetgeen wat ons drijft trauma's zijn. En dat gewoon de dingen die we meegemaakt in ons leven, dat die ons vormen tot, de, dat, tot wie we vandaag de dag zijn. Maar dus ook in hoeverre wij een escapisme doen, wat we in het begin van het gesprek ook al even het over hadden. En ik denk dat. Um, de laatste decennia is er wel heel veel gebeurd in het leven van heel veel mensen. Oorlogen, Tweede Wereldoorlog, uh, ander soorten dingen. Alleen al die oorlogen. Wat er denk ik voor een, voor een heel veel, groot deel voor zorgt... dat, dat er gewoon daar al zeg maar, de traumas die worden doorgegeven door die oorlogen... dat leeft nog steeds in ons door. Wat, ik, ik ben even kwijt als een onderzoek. Dat de dingen die volgens mij tot zes generaties terug zijn meegemaakt... die zijn nog, leven nog steeds in ons... Ja, kijk maar naar de Tweede Wereldoorlog en uh, tussen Nederland en, en, en Duitsland bijvoorbeeld. Je ziet het nog steeds, als het Nederland tegen Duitsland speelt met voetbal bij wijze van spreken, dan uh, hoor je nog steeds... Uh, uh Laten we, die, laten we die moffen inmaken, bij wijze ja. van spreken. Dat, dat zit er gewoon nog op de een of andere manier. Terwijl wij er helemaal niks meer mee te maken hebben gehad. Nee. Dat blijft altijd gewoon ingeworteld door de dingen die je ook meekrijgt vanuit geschiedenis. En dat soort dingen allemaal. Ja. Dus ik denk inderdaad dat dat heel goed kan. Man. Zeker. De, oh, maar, volgens mij is het zes generaties, ik er niet op vast. Maar het, het is ook, maar dan gebeurt het dus. Kijk, dat vind ik het... het, het het mooie bijna de aan is, want dat is dan een heel overduidelijk voorbeeld. Mm -hmm. Maar als een, um, nou bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog was er geen eten, was mm -hmm. er uh, schaarste, waren mm -hmm. er tekorten. Dus als opa in de Tweede Wereldoorlog iedere keer tekort heeft gehad, dan gaat hij zijn kinderen op laten groeien met het idee dat er dus tekorten zijn. Je moet je bord leeg eten, je moet um, er is altijd te weinig eten, er is altijd dus de schaarste mindset. Kruipt er ja. daarin. Nou, dat wordt doorgegeven op, op, uh, op de volgende generatie. En die om, zonder dat ze het überhaupt nog weten of nog een aanleiding toe hebben om dat te geloven om te denken. Zit je op een gegeven moment bij je kleinkind zoveel. Um, die dat er dus nog steeds in zijn hoofd heeft. Terwijl het helemaal niet meer waar is. En nu gaat het dan over voedsel. Dan denk ik trouwens dat het een goed idee is dat om je bord leeg te eten. Maar, <laughs> maar je snapt wat ik bedoel, als dus die schaarste mindset erin zit, dan ben je dus een paar generaties verder en er zit gewoon een schaarste mindset in. Terwijl ik denk dat. We juist in een, in een wereld leven van overvloed. En als je, als je die kunt turnen van schaarste naar overvloed, dan ga je heel anders leven. Maar als die schaarste mentaliteit altijd in jou heeft gezeten, en je kan op een gegeven moment niet meer verklaren waarom dat is, ja, dan geef je dat altijd onbewust door op de volgende generaties. En dit is een voorbeeld, hè, maar het, het is natuurlijk. Nu moet ik alle minuten even iets kijken of ik nog iets, nog iets dieper kan bedenken. Maar er zijn natuurlijk nog veel diepere voorbeelden te, voorbeelden te bedenken dat een opa heeft moeten vluchten ergens voor. Dat dat een bepaalde vluchtmentaliteit is geworden die dus door wordt gegeven op kind en kleinkind. En dat die dus altijd vluchten voor een bepaald gevoel mm -hmm. waar ze niet meer kunnen verklaren überhaupt wat het is. Mm -hmm. Maar dat wel generaties doorgeven en dus eigenlijk een soort patroon, een klein gevangenisje leggen op de volgende generaties mm -hmm. zonder dat ze het überhaupt nog weten. Ja. Jouw, jouw, jouw sterke eigenschappen creëren, denken in overvloed en, en gewoon volle bak gaan. Hey, hoe, hoe, hoe is dat bij jou als, als kind uh, gegaan? Heeft dat vanuit daar ook een positieve bijdrage op hetgene wat jij nu aan het doen bent? Je stukje jeugd en dat soort dingen, heb je ook in die mate ben je opgevoed? Of, uh, of zij mij dat, dat geleerd hebben eigenlijk, is je ja, vraag? Ja. Nee, denk ik niet. Ik, ik moet zeggen dat... Um, nou, ik zou wel durven zeggen dat ik toch wel een redelijk vrije opvoeding heb gehad. Dat wel echt. Mm -hmm. Alleen, ik weet nog bijvoorbeeld dat er wel heel veel waarde werd gehecht aan het feit dat ik wel of niet ging studeren. Mm. En ik, ik ben zeg maar. Ja, je moet mij niet te veel in soort van hokjes proberen te duwen. Of, of dat ik moet gaan stilzitten en naar moet gaan luisteren wat iemand mij vertelt. Want ik trek bijna alles per definitie in twijfel. Mm -hmm. um, en ik. Ja, ik, ik heb mijn hele leven al gehad dat ik veel meer. Ik ging aan van de dingen waar ik aan ging. Weet je waar ik passie voor voelde. En ik vind werk altijd onwijs leuk gevonden. Mm -hmm. Maar dus ik heb wel juist wel. Ik ben wel echt dat schoolsysteem wel ingeduwd, toch mm -hmm. wel. En um, dus ik weet niet of dat. Um, of het nou echt door de opvoeding van mijn ouders komt. Dat ik zo in overvloed ben gaan geloven. Ik denk. Ik denk ergens juist dat. Um, ik heb het wel veel zelf moeten doen, juist. Mm -hmm. En ik heb me juist moeten losbreken uit het uit wat mensen verwachten van je. Ik denk dat dat ik denk dat dat eerder mijn grote leerschool is geweest. ik denk juist eerder het feit dat, uh, nou ik bijvoorbeeld dat ze dat van mij verwacht werd dat ik ging studeren, want ik kan me altijd nog herinneren dat ook mijn docenten altijd zeiden van, het is zo zonde met John, want hij is zo intelligent, maar hij, uh, ja, hij doet er zo weinig mee. en dat mijn ouders ook altijd zeggen, ja je, dat mijn ouders zeiden ook altijd, zeggen, maar jij, je hebt zoveel potentie, maar je laat dat liggen. dus mijn potentie werd uitgedrukt in de mate waarin ik goed kon leren op school, of waarin ik uh, ging studeren. Terwijl dat eigenlijk niet was wat ik leuk vond. En mijn geluk is denk ik geweest dat ik gewoon ergens daarin zo'n eigen wijsheid heb leren ontwikkelen. Dat ik me wel heb losgebroken uit dus wat mensen van mij verwachten. Mm -hmm. Misschien is dat op een gegeven moment de andere kant opgeslagen. Maar in het begin is, is het in ieder geval wel dat geweest. Mm -hmm. en, ik, en ik ben daar wel echt super super dankbaar voor. Want als je het dan hebt over vrijheid. Ja, dat ik, is volle bak. denk ik een, een van de dingen die je ons het meest gevangen houdt. Dat denk ik echt, is um, hoe andere mensen naar ons kijken. En je laten leiden hoe andere mensen naar ons kijken. En ik denk dat, dat dat is, ja, ik denk dat dat echt het, misschien wel het meeste is wat mensen op de wereld doet voortbewegen. Weet je, dat is als mensen daar echt eerlijk naar zouden kijken. Wat doe jij op een dag, wat je eigenlijk doet om het beeld wat je, wat je van jezelf hebt in stand te houden bij de ander? Want dat is het op een gegeven moment. Hè. Je wordt op een gegeven moment. Ik denk, dat, ik denk dat er veel trauma zit bij onze ouders ook. Dus ik denk wat er gebeurt is als je op een hele jonge leeftijd komt. Is dat veel van ons leren om naar onze ouders te kijken. Om, uh, om hen te geven wat zij nodig hebben. Om vervolgens te krijgen wat jij nodig hebt. En daar begint denk ik al een heel groot deel van. Oké, okay, dus ik heb blijkbaar. Terwijl het wat andersom zou moeten zijn: hè? de ouder moet naar jou kijken wat jij nodig hebt. Mm -hmm. Geen verwijt naar ouders, ouders doen hun best, al disclaimer die ik dan probeer te zeggen, maar ik denk wel dat dat veel gebeurt. Dus je leert eigenlijk al als klein yogi of meisje van, oh ja, ik moet naar de ander kijken om te krijgen wat ik nodig heb. En dat, daar begint die mindset begint dus al. Dus je begint je heel erg uh, druk te maken over wat de ander van je vindt. Je begint een bepaald beeld op te houden. Um, wat jij denkt, wat de ander kan waarderen aan jou, om dan vervolgens zelf te krijgen wat jij nodig hebt van de ander. En daar begint denk ik al de grootste gevangenschap. Want daar ga je dus leven naar wat de ander van jou verwacht. En ga je dus niet meer kijken naar wat jij echt wil doen of waar jij echt naartoe wil bewegen in je leven. Maar kijk, laat je dat afhangen van het beeld wat jij graag wil ophouden naar de ander. Wat jij dus denkt wat de ander leuk vindt aan jou. En nou, ik denk dat dat een van de grootste gevangenschappen is waar wij in ons toch vrije westen ergens in, uh, in, in leven, waar je dus echt in een soort mentale gevangenis terechtkomt. En daarvan vrij te breken is denk ik de grootste vrijheid. En dat gebeurt op zoveel verschillende lagen en dat moet je op zoveel verschillende manieren doen. Maar ik denk dus als je naar mij vraagt, aan mij vroeger, is het feit dat ik me op een gegeven moment zo gevangen heb gevoeld in mijn jeugd, dat ik niet anders kon dan mezelf vrijbreken daaruit, ongeacht wat mensen daarvan vonden. Ik denk, en dat heb ik dan op best wel jonge leeftijd moeten doen. Ik denk dat dat mij wel echt heeft geleerd. van oké. Okay, je hebt je eigen pad te bewandelen, man. En dat pad wat jij gaat bewandelen. gaat waarschijnlijk heel veel mensen niet leuk vinden dat jij gaat bewandelen. Maar daar moet je schijt aan hebben. Ja, en ik, als ik dit zelf zeg. dan, dan ik, ik kreeg ik zelf kipvel veel. Om, om mijn eigen armen. omdat ik gewoon. omdat ik. dan het brengt me weer terug bij. bij die gevoelens soms. weet je wel van vroeger. van. Hoe moeilijk het ook kan zijn tegelijkertijd om jezelf vrij te moeten breken. Mm -hmm. En om dat eigen pad te gaan bewandelen. wetende dat er mensen zijn die dat liever niet hebben. of er iets bij voelen. En dat is de afgelopen jaren voor mij ook vaak niet anders geweest. Weet je. Als je, ik denk dat, ik heb het vaker gezegd. maar ik denk dat je eigen pad bewandelen. wat daar inherent aan is. is dat er mensen wat van gaan vinden. En dat je automatisch tegen de stroom inzwemt. Omdat deze maatschappij is zo gebouwd dat. Voor jezelf gaan staan en je eigen pad bewandelen, al iets is wat tegen de stroom inzwemmen is. Omdat we allemaal zo, ja, ook weer wat we net zeiden, eigenlijk zo ver van onszelf af zijn komen te staan, zo ver van de natuur af zijn komen te staan, van wie wij zelf zijn. Dat dus meebewegen met de stroom, dat dat eigenlijk is wat de maatschappij van je verlangt. Mm -hmm. En dat dus op het moment dat je dus het lef hebt om te gaan staan en eigenlijk te gaan doen wat jouw passie is, mm -hmm. dat dat eigenlijk al bijna automatisch inhoudt. Dat dat tegen de stroom inzwemmen is. Ja. En ja, wat ik net zei, ik denk dat dat voor mij mijn grootste leerschool is, dus geweest om daaruit te breken. En dus ermee leren om te gaan dat heel veel mensen wat van je vinden. Um, en dat naast je te laten liggen. Want dat is echt, ik, daar geloof ik echt in. Als jij echt voor jezelf gaat staan en als jij je passie gaat volgen, gaat gewoon heel veel mensen gaan daar iets van vinden. En dat is ook logisch, hè? Want als jij je durft vrij te breken, zo zie ik dat eigenlijk. Hè? Als jij namelijk echt je passie gaat leven en dat. Ja, dat kan heel veel nieuwe dingen creëren zijn, maar dat kan ook iets superkleins zijn. Hè? Maar ik denk dat echt je passie bijna altijd iets is wat tegen de maatschappelijke stroom ingaat. Maar als je dat gaat doen en je breekt je dus vrij, en dat is wat je doet, je gaat je vrijbreken van het patroon, je gaat je vrijbreken van het beeld wat andere mensen van je hebben, of wat jij ophoudt van wat jij graag wil wat andere mensen van je zien. Als je dat gaat doen, dat werkt zo confronterend, want eigenlijk wat je bent is vervolgens de spiegel voor al die mensen die zich nog gevangen houden. En dat is misschien wel het mooiste wat je kan doen. Want een spiegel zijn, ik geloof daar heel erg in. Want waar leer je het meest van als je naar nou zelf kijkt in je eigen leven, is een spiegel voorgehouden krijgen. En als jij gaat staan en je gaat je passie volgen, ben jij dus automatisch een spiegel voor al die mensen om jou heen die dat niet durven nog. En die zelf nog zichzelf gevangen houden in dat beeld wat zij ophouden, wat zij omhoog houden, om leuk gevonden te worden door andere mensen. En als jij daarmee gaat stoppen, ben je gelijke spiegel. En dat doet andere mensen pijn. En die andere mensen kunnen ervoor kiezen om in die spiegel te gaan kijken en daar iets van te leren. Of om het te gaan projecteren op jou en iets van jou te gaan vinden, te gaan roddelen over jou, of iets slechts over jou te zeggen, of weet ik mm -hmm. het wat. Mm -hmm. Ja, ik denk dat het vanuit daar, en dat is ook wel iets wat je veel voorbij ziet komen op Insta of whatever, en dat soort dingen, dat ze eerst zullen lachen. En kijk hem nou en weet je, een grapje over, over haar en grapjes over maken. Totdat je op een gegeven moment een paar jaar verder bent en door die passie bent gaan volgen. Ineens resultaten hebt behaald of dingen hebt behaald wat je wat andere mensen nooit voor mogelijk zouden, hielden, voor zouden houden. En vanuit daar... ze jou dus ook gaan prijzen... dat je dat dus altijd gedaan hebt. En ze vanuit daar gewoon een, een, een pluim geven. Ik ben vanuit daar wel benieuwd... want ik, jij zegt van... ik voelde me zo gevangen... dat ik wel vrij moest breken op dat moment. Nu zijn er ook heel veel jongeren... Die ik, waarvan ik weet... die ook wel eens bij mij in de DM komen van... Hey, ik wil heel graag dit doen, ik wil heel graag dat doen... maar mijn ouders die houden me tegen... die vinden dat niet goed, eh, dit en dat... Jij had echt het gevoel wat je zegt, je zat gevangen en er, zat, er was eigenlijk geen andere optie dan daarvan vrij te breken. Als jongeren dat ook graag willen, maar misschien niet dat vuurtje er nog in hebben zitten, wat jij op dat moment had, om ook echt vrij te gaan breken, wat zou je hun adviseren om toch los te breken van die meningen van hun ouders, om toch wel die stap te zetten en gewoon gas te gaan geven? Oh ja, ik vind die, uh, dat, dat is wel lastig, want het, kijk, het vergt wel echt moed. Ja. Dat, um, dat, vind, dat vind ik ook. En dat, dat vind ik ook wel het mooie aan deze tijd, ook tegelijkertijd. Dat ik wel zie dat steeds meer mensen het gaan doen. Denk ik ook, omdat steeds meer mensen um, laten zien dat het, dat het kan en dat het mogelijk is. En het, vergt, het vergt super superveel moed. En ik denk alleen al, spelen met die gedachten. Weet je, als je alleen al kan voelen van... Hé, hey, eigenlijk wordt dit van mij verwacht, maar ik wil liever dat. Die, dat al voelen, is al... Dan ben je er denk ik al voor het grootste gedeelte. Want ik denk dat heel veel mensen dat dan niets meer voelen. Hè. Ik denk dat heel veel mensen gewoon maar meegaan in wat er van hen verwacht wordt. Twintig mm -hmm. jaar, dertig jaar, totdat ze met een burn-out uh, komen. Omdat ze toch iets doen wat eigenlijk helemaal niet bij hen past. Wat niet in alignment is. Dus als je al bij die stap zit dat je eigenlijk al voelt van hé, hey, het klopt niet wat men van mij verwacht. En ik wil iets anders. Dan als je die gedachte al kan toelaten. Want dat is het hè. Want ik denk dat iedereen het ergens voelt. Ook al, ook al ben je 30 jaar verder, of weet je, ook al voor die 30 jaar. Iedereen voelt het stiekem ergens wel. Alleen wij zijn gewoon heel goed in het weg te drukken, te drinken, de kroeg in te gaan. Om daar eigenlijk niet mee bezig te zijn. Maar ik denk als je dus die gedachten al toelaat, dat is, dat is al denk ik de grootste stap, de, de grootste stap van, het, van het verzamelen van het moed. Want je kan van de moed, want je kan, je kan het wegstoppen. Dat is het makkelijkste om te doen. Voelen dat, er, dat het iets niet meer klopt, dat het iets anders wil. Je kan het wegstoppen en gewoon in meegaan met die stroom weer. Maar alleen dat al de gedachten toelaten, dat vind ik al mega, mega, mega moedig. Dus ik denk dat je daar al voor, voor een groot deel bent. Of in ieder geval dat dat echt de eerste belangrijke stap is die je, die je al zet. Ja, en verder, voor mij, is het, voor mij begint eigenlijk alles met een um, nee. Voor mij is altijd alles begonnen met een nee. Dus voelen van, oké, okay, maar dit niet weet je, zonder dat je misschien al gelijk helemaal voelt van wat je wel of waar je precies heel duidelijk wel heen wil, is het denk ik eerst al goed om te voelen van oh ja nee dit sowieso niet en dan dat ook gewoon niet te gaan doen, gewoon niet doen, weet je. En dus misschien is, het, is dat een makkelijkere eerste stap dan dat je gelijk gaat zeggen ik wil dit en ik ga daar helemaal naartoe bewegen, want oh, dan moet je ook door zoveel verschillende stappen heen wil je daar uitkomen. Maar eerst maar eens gewoon bij jezelf blijven en ergens nee tegen zeggen en voelen hoe krachtig jou dat maakt. Ja, dat is echt de eerste stap. daar ben ik het echt zo, zo 100% mee eens. Dat is echt, dat, dat is echt bijzonder. Ja, ja, als je die nee, eerst gewoon maar eens nee zeggen en dan voelen van, want dat is zo werkt alignment, denk ik ook. Hè? Mm -hmm. Eerst dingen is, want er wordt zoveel van je verwacht in deze maatschappij. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen. En als je iets voelt van nee, dit klopt voor mij niet, is het eerst nee. En dan maar eens daar nee tegen zeggen. En dan moet je al over bijvoorbeeld behoorlijk wat drempels heen om, om die nee te uh, bij die nee te kunnen blijven. Maar ik denk, dan voel je al eens: oh ja, maar wacht eens eventjes. Dan voel je energie door je lichaam heen stromen. Dan voel je, hé, hey, dit bekrachtigt mij... door nee ergens tegen te zeggen. En dan ga zeg je zeggen, de volgende keer tegen iets anders ook weer nee. En dan denk ik dat er vanzelf een soort kracht door je heen komt... waardoor je een ja gaat voelen... en naar die, stap kan, die stap kan zetten richting die ja die je graag zou willen. Of steeds meer gaat voelen, want ik denk... wat ik net zei, ik denk dat heel veel mensen ook niet eens weten... wat ze dan wel willen. En eerst maar eens voelen van, oh, maar dit wil ik in ieder geval niet... Maar dat je die, dat je die niet wil, dat is een hele sterke richting aangever. Dat niet doen. Punt. Ongeacht de consequentie wat er dan van, van, van gaat komen. Ja. En dat is, en dan, maar dan ga je al, want dat is al pittig hè. Want dan ga je dus de eerste stap is: oké, okay, nee moeten zeggen. En dan moet je dus daarbij blijven. En dat moet je uitleggen bij bepaalde mensen. Nou, ik vind niet dat dat moet, maar dat verwachten ze dan van je. En, en dan blijf je daarbij. Maar dan ga je dus, hoe langer je daarbij blijft, hoe meer dus op je pad komt waar je ja tegen wil zeggen. Mm -hmm. En dan groei je op een gegeven moment denk ik automatisch naar iets. 100%. Wat je, wat je voelt van binnen. Ja, en ik denk ook wat je zegt, je voelt dan op een gegeven moment bij jezelf iets creëren van hé, hey, ik heb nee gezegd, dat is de eerste stap. Maar hoe vaker je dat doet, hoe meer dat ook bij je omgeving gaat leven. En die gaan dan op een gegeven moment uit automatisme ook niet meer dingen vragen die jij niet meer wil doen. Omdat ze weten dat het antwoord toch nee is. Wat het voor jou ook weer makkelijker gaat maken, dat proces. En dus ook weer nieuwe deuren gaat openen. Waar je dan wel naartoe kan gaan. Of waar je wel zin in hebt of wat je wel wil gaan doen. Die eerste stap inderdaad nee. En dan zie je vanuit daar die switch wel in je omgeving. Van hé, hey, gezinnen vanavond mee, avondje te gaan, te gaan zuipen, te gaan stappen. Nee, vanavond even niet. En hoe vaker je dat dan doet, als je dat ook echt niet wil en vanuit daar die volgende stap wil gaan zetten, gaat je omgeving dat ook niet meer van je vragen. Omdat ze toch weten dat het een nee gaat worden. Ja. En dan hoeven ze jou en vooral ook zichzelf niet meer teleur te stellen van hé, hey, hij ging altijd mee. Maar hij heeft nu andere plannen. Waarom gaat hij niet meer met ons mee? Voelt hij ons niet meer? Of whatever, is dan ook de situatie. Ja, goeie. En, je, je, en dat is, dat is precies wat ik, wat ik net zei. Dan ben je ook gelijk weer die spiegel voor die anderen. Ja. En heeft de ander heeft de kans om daar iets mee te doen of mm -hmm. niet. Ja, of uh, over je te gaan praten. Of over, uh, om iets slechts te zeggen. Of weet ik het wat. En ja. dat is weer gelijk een uitnodiging van jou om te gaan kijken. Okay. Maar vaak bekrachtigt dat ook. Oké, okay, ga je dat soort dingen zeggen? Ja, maar ik weet je dat bekrachtigt mij nog meer eigenlijk juist... dat ik op de goede weg zit. Mm -hmm. dat, ik, uh, dat ik het goede aan het doen ben. Ja. En waar ik echt heilig in geloof is... als je inderdaad als je nee gaat zeggen dan, dan openen er echt genoeg nieuwe deuren... waarvan je niet voor mogelijk had gehouden dat die opeens open zouden gaan. En dan heb je een heel ander weg waar je, waar je, waar je voor kan kiezen. Ja. Dat is het, hè. Dat is, 100%. Misschien is ook wel, als ik er nu zo over nadenk... een groot deel van wat vrijheid inhoudt, is dat je de vrijheid hebt om te kiezen. Mm -hmm. En die heb je. Snap je? Dat is misschien wel jouw... De vrijheid die je echt hebt, is dat je altijd een keuze hebt. En die heb je. Dat, dat is iets wat ik al jaren roep, zeg maar... Je hebt altijd een keuze. Weet je, je hebt alleen, je, je moet de consequenties dragen van de keuze die je maakt. Dus zit jij bij een werkgever die je niet relaxed vindt... Uh, je hebt een keuze. Je kan er blijven omdat je er comfortabel zit. Weet je wel? Dat, dat, dat kan, dat is een keuze die je moet maken. Maar waarschijnlijk is de consequentie die je daarvan moet dragen... dat je over een paar jaar met een burn-out zit... of het gewoon echt niet meer relaxed vindt... of, of iets meemaakt in je leven waardoor, je gewoon, waardoor dat niet meer klopt in ieder geval. En de, de andere keuze is, je gaat er weg. Met als gevolg dat je even geen salaris meer hebt. Of dat je even dit niet meer hebt. Of dat je hard moet werken om iets anders voor elkaar te krijgen. Maar wel met het, met het risico dat je misschien een, 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 een eigen zaak kan beginnen met iets wat je super tof vindt. Of voor een werkgever komt te werken die, waar je helemaal op, op je plek zit. Mm -hmm. en, en waardoor je dus helemaal gaat opbloeien. En weet je wel, dus in alles in het leven heb je een keuze. En ik denk hoe vast je ook zit in een bepaalde situatie... je realiseren dat er altijd voor alles een keuze te maken is... dat je voor alles mag kiezen, elk moment van de dag. Elke seconde van de dag heb je weer een nieuw keuzemoment. Hè? Ga ik dit toen wel doen of ga ik dit niet doen? En vanaf de pad wat je dan instaat, heb je dan weer nieuwe keuzes en weer nieuwe keuzes. En zo kan je gewoon elk moment van de dag... kan je gewoon kiezen voor iets anders. Dat is volgens mij de ultieme vrijheid die je kunt ervaren. Want vanuit daar ben jij ook zelf... Um, andere keuzes gaan maken dan die je altijd gemaakt hebt. Keuzes voor jou ook, wat je zegt, een stukje vrijheid, super belangrijk. Je bent de in uitgegaan. Bewust ook daarachter geredeneerd van hé, hey, ik wil een, een financieel potje hebben waar ik een jaar mee vooruit kan. En vanuit daar dingen kan gaan doen om erachter te komen wat ik nou echt weer langetermijn wil gaan oppakken. Vanuit daar is de Truman Show gestart. Mm. hele grote podcast in Nederland en België. Super veel luisteraars. Ik denk bij de luisteraars van hier ook, ook, ook wel bekend. Hoe belangrijk is. Die podcast voor jou geweest om jezelf beter te gaan leren kennen, en om erachter te komen waar bepaalde trauma's zaten, pijnpunten zaten en dat weer door hebt ontwikkeld? Heel belangrijk. Uh, maar ik eerst nog, want wat jaz, het, de Droomershow is voor mij het perfecte voorbeeld van hoe een ja uit een nee komt. Mm -hmm. Want ja. het, het, was gewoon voor mij, het was gewoon voor mij, zeg maar alles. Ik, weet je, dat danceverhaal is, is duidelijk, maar het was voor mij zo duidelijk. Toen ik erachter kwam dat de QR-codes gecontroleerd moesten gaan worden. En de dancing was natuurlijk de eerste die dat moest doen. De clubs en de festivals. Was gewoon voor mij, weet je, ben ik gewoon naar binnen gegaan. En heb ik gewoon gevoeld: wil ik dit? Wil, wil ik daaraan meewerken? Ongeacht wat er allemaal achter zit, het boeit niet. Maar is dat iets wat in alignment is met hoe ik in de wereld sta? Nee, dat is het niet. En toen ik met mijn partners erover ging praten en ik zei: willen jullie dit doen? En zij zeiden: ja, dit willen we doen, omdat we gewoon weer open willen. Snap je, daar had ik een keuze. Ik kan meegaan, ik kan mijn geld blijven verdienen. En waarschijnlijk gaat het dan beter dan ooit, want iedereen wil weer naar feestjes. Um, of ik voel in mezelf dat dat niet klopt. En dan daarvoor gaan en dan nee zeggen. En ik had helemaal geen plan wat, erachter, wat erna ging komen. Ik wist helemaal niet wat ik dan moest gaan doen. Het enige wat ik wist. Dit voelt voor mij niet oké. Okay. Dit is niet in alignment met wie ik ben. Ik wil dat niet. En dat is natuurlijk vet moeilijk, weet je? En ik, ik, bedoel, ik zou echt liegen als ik zeg dat het een makkelijk besluit. Nou, het besluit was makkelijk, maar wat er daarna kwam was heel moeilijk, want ik heb denk een week of twee gewoon echt huilend op de bank gelegen van, omdat ik alles moest loslaten wat ik had opgebouwd. Maar het besluit was wel als ik dan dat bedoel ik met de dat je het eigenlijk altijd wel weet als je echt in jezelf gaat checken, voelde ik gewoon keihard nee. Nee, 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 nee. Dit ga ik niet doen. En toen ik dat niet deed en ik zat met de consequenties van die nee, namelijk het verdriet voelen van het moeten afscheid nemen van alles wat ik had opgebouwd, van misschien wel deels van de persoon wie ik was, of wie ik, het imago wat ik zelf graag wilde naar buiten brengen van wie ik was, DJ, dansondernemer, whatever, dat de consequentie van die nee was op de korte termijn dat doorvoelen. Maar ik denk dat dat twee weken geduurd heeft en toen heb ik het concept van de show uitgeschreven en ben ik het gaan doen en heb ik was de eerste volgens mij de eerste podcast die ik heb gedaan 30.000 views of zo en um, snap je en was het gewoon was het gewoon in één keer gewoon een super succes en dat gaat echt niet altijd gebeuren als je nee zegt maar ik vind dat wel dat vond ik bijna te zonde om dat voorbij te laten gaan mm -hmm. want dit is wel daar hebben we het net in de theorie over gehad dit is waarom ik dit ook zo zeg en waarom ik het zo hard voel omdat ik het zelf heb meegemaakt in mijn leven meermaals en dit was voor mij een hele harde nee en Zitten met de consequenties van die nee. En dat doet altijd bijna altijd pijn. Maar het is kort. En als je het lef hebt en het moed hebt om door die pijn met die pijn te gaan zitten die uit die nee voortkomt, met de consequentie te zitten die uit die nee voortkomt, heb je dan volgens heel snel je ja. En die ja, die gaat je echt zoveel vreugde en energie geven. En je wordt altijd beloond, man. Je nee volgen wordt altijd beloond. En ik vind voor mij de Truman Show is daar echt het allergrootste voorbeeld van. Mm -hmm. um, en je vraag was, uh, want dit was natuurlijk geen antwoord op je vraag. Je ah, vraag onderdeel, was... onderdeel van, want het is natuurlijk wel, kijk, ik denk, wat je gewoon heel duidelijk voor jezelf, want je had wat je zegt, iedereen wilde weer feesten, iedereen wilde weer dansen, dus je had daar heel makkelijk weer uh, wat, wat centen mee kunnen verdienen en dat had hartstikke snel weer goed gegaan. Maar dit is ook iets wat, wij, wat ik vaker in een podcast heb besproken en ook bij de jongens van de lotgenoten wel eens heb gezegd, normen en waarden moet je altijd boven geld zetten. Altijd. Want je ziet wat het bij jou heeft gedaan, je ziet wat het oplevert. Lange termijn veel meer geluk. En uh, de dingen die je doet Sluit op dit moment in je leven beter aan bij de dingen die je wilt doen, die je wilt creëren, die je naar buiten wilt brengen. Als jij geld boven je principes gaat zetten, ga je vroeg of laat, ga je daar uh, de consequenties van krijgen. 100.000 procent. Dat is iets wat wij ook met schouders rond vanaf moment 1 gekozen hebben om ervoor te zorgen dat we dus echt, echt, echt met mensen aan tafel willen zitten. Die bij ons, in het lijn, bij ons in het rijtje passen. En um, die ons imago niet schaden, om het zo maar te zeggen. Want dat vinden wij gewoon super belangrijk. En als je dan op lange termijn wat langer moet wachten. om daar je eerste partnership of je eerste centen uit te kunnen gaan halen. ja, yeah, so be it. I don't care. Het geld is er voor nu niet nodig. Dat komt. Dat dit jaar, bij gezegd, gaan wij. Wordt, wordt het gewoon domineren, om het zo maar te zeggen. En komt er vanzelf wel een mooie partner. waarbij wij die stappen kunnen gaan zetten. Maar als je dat op korte termijn op plaats nummer 1 gaat zetten, dan ga je daar wat, wat ik zeg echt zelf de consequenties vroeg of laat van krijgen. Ja. 100 En ik geloof ook dat um, zeg maar dat, dat dat normen en waarden dat dat belangrijk is in je ondernemerschap of eigenlijk alles wat je doet in je leven. Dat is iets wat steeds uh, zichtbaarder wordt. Mm -hmm. En ik denk ook dat dat komt voortkomt uit het feit ook weer dat we al die tijd zo ver van onszelf af hebben gestaan mm -hmm. en dat we nu merken dat dat geen houdbaar concept is mm -hmm. en dat we tegen de lamp lopen. En mijn eerste lamploopmoment was: uh, die DJ-set niet af kunnen maken. Mm -hmm. Mijn tweede lamploopmoment was: um, de keuze maken om afscheid te nemen van mijn bedrijven. Um, maar en daar komt dan vervolgens uit voort dat je dus echt naar zingeving verlangt. En, ik denk dus als iedereen, als iedereen dat zou doen, dan ga, je dus, dan ga je dus ook echt creëren uit een plek die dienend is. Weet je, wel? En niet alleen aan jezelf, maar gewoon aan de mensen om je heen ook. En dus uiteindelijk nog veel groter. Ja, en dat, dat, geloof, dat geloof ik wel echt. Alleen je, je hebt daar dus, ja, je, je hebt wat je net zegt, je moet wel een soort van offers brengen. In jouw geval zijn de offers dat je niet gelijk met elke partner gaat samenwerken. En voor iedereen zullen die offers anders moeten zijn. Zullen die offers anders zijn? Uh, maar ja, ja, normen en waarden leven. Het is niet makkelijk. Het it is niet de ja. easy way. Het is zo verleidelijk om wel voor die korte termijn te kiezen. En voor die impuls. En dus weer die, uh, wat, wat dan uiteindelijk waar het allemaal begint, is weer bij die nee. Dat is, echt, dat is gewoon echt hoe het is. Ja, en 100%. Maar het, het, het mooie ook is, die nee zegt zoveel. Hè? Want als je die nee dan vervolgens in jezelf voelt. En je gaat. Uh, en dan ga je. En je wil toch naar, die, naar, die, naar dat andere, naar, naar het veilige scenario in eigen al die stemmetjes in je hoofd die je daar naartoe probeert te duwen, dat zijn je grote lessen, weet je wel? Want dat zijn je dingen die je gevangen houden. Daardoorheen bewegen is waar je vrijheid zit. En dat zou in mijn geval namelijk zo zijn, bijvoorbeeld van, nou ja, wat ik net al zei, ik denk dat met um, het afscheid nemen van, van mijn bedrijven de dancing dat het niet alleen maar was dat ik had opgebouwd daar, maar dat het echt dat ik, ja, weet je dat hoe mensen mij zagen, dat dat beeld, dat stukje van jezelf laten sterven. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is de consequentie die daaruit voorkomt. Maar dat stukje van mezelf moest wel sterven om mijn normen en waarden beter te leren kennen. En om beter te leren wat ik daadwerkelijk wel wilde, weet je Dus dat, heb, dat, dat is er gewoon voor nodig. Mm -hmm. we, we, we hebben allemaal imago's van onszelf om, omhoog gebouwd, opgebouwd, hoe andere mensen naar ons kijken. En dat heeft gewoon, denk ik, op bepaalde lagen gewoon te sterven. Mm -hmm. om, want dat is niet vrij. Dat is iets opbouwen zodat andere mensen een bepaald beeld van je hebben of iets opbouwen zodat je voldoet aan verwachtingen. En als dat stukje eraf mag vallen, als dat stukje mag sterven. Zo heeft het wel gevoeld voor mij hoor. Het heeft echt gevoeld alsof het een stukje van mij stier twee weken lang janken gewoon. Mm -hmm. Maar als dat dan, weet je, als je daardoorheen bent, die opluchting, alles wat vrijkomt, dan dat je weer een stukje vrijer mag bewegen door het leven. En je dus weer dichter bij jezelf bent en meer weet waar je heen wilt in het leven. Ja, dat is onbetaalbaar. Wat heeft vanuit daar... De Truman Show, want dat was de vraag die ik stelde. Wat heeft het, wat heeft het je uh, gebracht? Wat heeft het echt doen veranderen bij jou in je leven? Ja, de Truman Show het is echt zo'n cadeautje, omdat um, ja, voor mij het, het heeft heel veel, heel veel dingen geraakt in mij. Kijk, ik ben, het begon allemaal wat meer uh, politiek, geopolitiek en systemisch en daar een beetje achter weer te komen. Want uiteindelijk is de Truman Show voor mij is niks anders dan soort van mijn. Het is eigenlijk een soort van persoonlijk proces wat je kunt aanschouwen. Want ik ben gewoon erin gestapt en ik wilde gewoon de dingen die ik wilde weten, dat heb ik naar de camera toe gehaald. Omdat ik zag, hé, hey, maar wat, dat, dat is er nog heel weinig, of niet eigenlijk. En ik wilde het weten, dan zullen er vast andere mensen zijn die ook willen weten. En dat, dat bleek dus ook zo te zijn. Maar mijn zoektocht ging steeds verder en steeds verder en steeds verder. Dus ik kwam ook steeds meer bij thema's terecht, zoals trauma's en zelfontwikkeling. En daar is het op een gegeven moment echt wel naartoe bewogen. En omdat ik dus. Mijn eigen proces daarmee steeds meer te maken kreeg, omdat ik ze ook voor mijn camera kreeg en voor de microfoon kreeg, werd ik dus ook echt gedwongen om echt, weet je, elk gesprek was op een gegeven moment wel weer raak, dat het wel weer iets in mijzelf raakte. Waar ik dacht, oh ja, er klikte weer iets. Of oh shit, ja, dat is inderdaad, dit doe ik ook op deze manier. Daar kan ik op deze manier weer naar gaan kijken. Dus het heeft voor mij, ja, het heeft voor mij heel veel gedaan. Maar wat het ook heeft gedaan is, er zijn gewoon, het is heel kwetsbaar ook ergens, hè, podcasten omdat je, ondanks het feit dat jij misschien niet altijd degene bent die het, die het meeste zegt of zo. maar je associeert je met bepaalde mensen, met bepaalde theorieën, bepaalde ideeën. wat best wel diep gaat. waar heel veel mensen wat van kunnen vinden. Um, dus het is voor mij ook, een, ook echt wel een hele reis geweest. om nog meer eigenlijk scheid te krijgen wat mensen van je vinden. En het Roemers Show is natuurlijk. Kijk, aan de ene kant, heel veel mensen houden ervan, maar echt heel erg. Maar er zit natuurlijk ook wel een hoop mensen die het gewoon echt gewoon maar best wel irritant en confronterend vinden. En dat is, dat is wat ik ook al zei: weet je, dat ga je gewoon altijd krijgen op het moment dat je dingen maakt vanuit je passie, vanuit je hart. Mensen gaan het kut vinden en mensen gaan het geweldig vinden. Mm -hmm. En het um, en heeft mij ook echt geleerd, omdat het natuurlijk op zo'n grote schaal plaatsvindt, omdat er zoveel mensen naar kijken. om ja, echt nog meer scheid te hebben aan wat, aan wat men van je vindt en nog meer eigenlijk. Bij jezelf te komen en je kracht te gaan staan en te gaan vooruit te gaan duwen. Hetgeen wat, je, wat, jij, wat jij zelf belangrijk vindt, ongeacht wat andere mensen al vinden. En, en hoe, hoe doe je dat dan vervolgens? Want je zegt, je leert door meer scheid te krijgen aan wat anderen van je vinden. Hoe? hoe zorg jij ervoor dat je je afweert van mensen die een bepaalde mening hebben, die misschien niet in lijn staat met jou, of die, uh, die een mening hebben over jou, wat misschien niet altijd positief is? Hoe zorg je ervoor dat je echt die scheid, om het zomaar te zeggen, creëert? Ja, het is wel training, denk ik hoor. Mm -hmm. En het is, kijk, in mijn geval heb ik het geluk dus, wat we ook al zeiden, dat is in het begin, toen ik al best wel jong was, ik zeg dus heb losgebroken en dus al heb geleerd hoe om te gaan met mensen die iets van je vinden. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het gewoon, ja, het, het is training. En, en, en ook denk ik realiseren dat um, als je het blijft volhouden, dat er dus ook mensen voor terugkomen die je supporten en, en die ook bij je zijn. En want op een gegeven moment moet je je daarop focussen, denk ja, ik. 100%. Je focust je op de mensen die wel willen en niet op de mensen die niet willen. Ik vind niet, want ik, ben wel, ik heb wel geleerd dat. Um, het kan ook waardevol zijn, hè, Dat mensen iets van je vinden. Dus je moet het niet persoonlijk nemen, maar er valt wel dingen uit te leren. Want mm. soms kunnen er misschien wel dingen zijn. waar je. Um, oh ja, misschien doe ik dat wel. En is het, komt het misschien wel uit deze plek. Kan het dus ook leerzaam zijn om iets aan te nemen wat, wat een ander van je vindt. Alleen, ik denk dat doorgaans, zeker op social media. Je het niet moet aantrekken van wat, van wat andere mensen van je zeggen. Mm. En echt moet focussen op, um, op de mensen die wel willen. Mm -hmm. Weet je, het leven is ook te kort om je constant druk te maken over wat, wat, wat mensen die gewoon. Met social media, de online wereld is sowieso vind ik echt die super toxisch ergens. Het is ook heel mooi. Want wij kunnen dus gesprekken voeren en je kan mensen inspireren en het heeft ook heel veel mooie dingen. Maar ik denk echt wel, als ik. Ik lees geen comments meer eigenlijk. Maar als ik dan een luttere keer nog een keer de comments lees. Zeker op YouTube. Dan zitten er soms wel eens comments bij dat ik echt denk: Ik weet echt zeker dat jij dit niet durft te zeggen in mijn gezicht. Nu voor mij. In, weet je al, als die digitale en die schermen er allemaal niet zouden zijn. En je zou voor mijn neus, zou je dit niet durven herhalen. En dat is ergens het ongezonde, vind ik, van het hele digitale. Want er is natuurlijk een soort van: Weet je, je kan. Als wij face-to-face -face dingen zeggen en je zegt iets wat ik niet relax vind, zeg ik dat tegen jou. Dan heb ik de kans om dat tegen jou te zeggen op een normale manier. Als je dat nog een keer zegt, en misschien nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dan geef ik je misschien ergens ook een hele pomp op je neus. Ja, ja. Toch? Omdat dat is gewoon een grens. Op een gegeven moment houdt het gewoon een keer op. Mm -hmm. um, maar dat kan niet in de digitale wereld. Dus die hele, dat hele menselijke aspect van is weg. Dus mensen kunnen alles maar spouwen en zeggen en roepen en doen. En dat is totaal niet gezond. Nee. Dat slaat nergens op. Nee, dat is echt toxic. Dat is echt gif. Ik weet nog wel de eerste keer dat wij. Ik heb dat laatst ook, volgens mij. We was ook een, met, een podcast met Kevin. Ook verteld over. Uh, onze eerste short op TikTok. Toen was, toevallig was ik in Zuid-Afrika. Die ging viraal. Nou, dat was toevallig een short van mij. Nou, daar kwam ook een partij haat op. Dat was ook echt niet te geloven. Ik zeg, die short gaat er nu af. We gaan verwijderen. We halen hem weg. En dit en dat. Maar dat is ook inderdaad een stukje training. Op een gegeven moment weer je jezelf daartegen. En weet je ook dat het inderdaad TikTok-comments zijn. En dat als mensen. Tegenover je staan dat ze het niet zo snel durven zeggen. En niet omdat je dan er gevaarlijk uitziet of whatever. Maar dat het face-to-face -face gewoon altijd anders is om iemand belachelijk te maken. en die dingen te zeggen die je even makkelijk via je telefoontje kan tikken. Je, gaat daar, je wordt daar wendbaarder van. Of je gaat daar weerbaarder van. Nou, weet je wat ik ook denk? Is dat. Um, dit is ook wel iets wat ik echt heb geleerd de afgelopen jaar. Wat ik, weet je wat. Vaak is het dat we ons druk maken over wat de ander van ons vindt. Komt mm -hmm. toch voort uit trauma, uit nou, wat we alles al hebben besproken tot nu toe. Mm -hmm. En aan de ene kant, zeg maar, het is je goed om je daarvan bewust te zijn. Dat is stap één. Dan, dan weet je uit welk patroon het van vroeger vandaan komt. Wat je hebt meegemaakt misschien wel. Uh, op waarom je dat op die manier reageert. En dat onder ogen komen is allemaal top en leerzaam. Maar dan ben je er nog niet. Waar voor mij het grootste gedeelte in heling zit... is een positieve ervaring zetten tegenover een ervaring die normaal gesproken negatief zou zijn. Dus die waarvan je systeem gewend is dat die negatief is. Dus je systeem probeert je ervan te beschermen. Um, waardoor je dus bijvoorbeeld een imago wilt hooghouden... of nou, noem het maar op wat je eraan doet. Dus je systeem probeert je daarmee te beschermen. Um, die je daar bewust van worden is één. Maar waar ik denk waar de echte heling in zit... is dan vervolgens een ander pad bewandelen. Dus bijvoorbeeld nee zeggen tegen iets. Of, en dan voelen dat daar dus iets positiefs voor terugkomt... Dat je systeem dus weet, oh hé, hey, wacht eens eventjes, ik ga niet dood als ik dat pad bewandel. Want als je, erop, als, als je alles plat staat, is dat waar het op neerkomt. Ons systeem verward dat gewoon met een soort van doodsbedreiging. Ze dus zijn bang om te sterven, dus gaat die een imago hoog houden zodat je die angst om te sterven niet meer hoeft te noemen om je veilig te houden. Um, maar dus als, je dus als je systeem dus leert, je zenuwstelsel, want dat is het eigenlijk, biologisch gezien, is dus als je systeem leert dat die doodsangst eigenlijk onterecht was. En je dus daar iets positiefs voor terugkrijgt, ja, dan verandert het allemaal. Mm -hmm. Weet je, voor mij, het is grappig. Je zou het misschien niet denken, maar ik heb echt mijn hele leven een zieke angst gehad om te spreken. Om te spreken voor mensen, voor, voor publiek, voor, uh, voor, voor grote groepen mensen. Dat is mijn gro ik heb denk ik elke spreekbeurt in mijn leven geskipt. Met de kutzmoes altijd onderuit gekomen. En nu sta ik in theater. En nu sta ik in het theater. En een van de redenen waarom ik ook naar het theater ben gegaan. Er zijn heel veel redenen, maar een van de dingen is ook wel dat ik echt zei: joh, weet je wat ik. Ik heb daar nog echt een ding op zitten, op spreken voor publiek. En de camera's was ik al lang aan gewend, dat maakte me niet meer zoveel uit. Maar spreken voor publiek vind ik nog echt nog kapot spannend. En ik wil me daar, ik ik wil eigenlijk daarin beter worden. Nou, wat is spreken voor, angst voor spreken voor publiek? Is eigenlijk niks anders dan dat je bang bent dat je niet meer aan de verwachtingen kan voldoen. hoe andere mensen naar je kijken. Ik denk in veel gevallen is het dat in ieder geval. Ja. En, en je daar, daar was ik me al snel bewust van. En ik weet ook waar het vandaan komt. Nou, dat is stap 1. Dat is allemaal super fijn. En alles doorvoelen wat daarbij komt is denk ik ook heel belangrijk. Maar vervolgens moet je het ook gewoon gaan doen en gaan voelen dat je dus kan. En dat je er goed in bent misschien wel. Of misschien ben je er nog niet gelijk goed in. Dan moet je trainen. Maar in ieder geval, hoe vaker je het doet, hoe meer je ook merkt dat die angst eigenlijk steeds meer weggaat. En um, ik denk, zo manifesteer je ook. De, zo krijg je vaak in het leven toch de dingen die je misschien heel erg spannend vindt, maar die je wel vooruit helpen. Want opeens was die theatertour daar. En toen ik dus ook de twee dagen voor de eerste theater en ik echt kapot zenuwachtig begon te worden, dacht ik, oh ja, ik heb hier ook wel echt zelf om gevraagd. Mm -hmm. Met dat ik dit graag onder de knie wil krijgen en hier mm -hmm. beter in wil worden. En ik zeg het je, Theater 4, en ik begin er gewoon echt plezier in te krijgen en ik begin het gewoon leuk te vinden. Ja. Nog steeds spannend natuurlijk. Mm -hmm. Alleen, snap je dus, het is ook. Dat je systeem op een gegeven moment leert van hey, um, ik ga niet dood. Heel simpel gezegd. Mm -hmm. En oh, op een gegeven moment merk je het is zelfs echt best wel leuk. En ik kan grapjes beginnen begin te maken en het en het werkt en het slaat aan. En, en dan, dan is denk ik, kan je systeem daar dus in ontspannen, omdat hij dus weet, oh ja, het is wel veilig voor mij. Ik mm -hmm. zit wel veilig. Mm -hmm. Ja, dat is waar we het net ook wel even kort over hadden. Je, gaat, kom, je groeit van discomfort naar comfort. En je komt gewoon in een plek waarvan je lijf dus ook weet. Van hé, hey, ik hoef niet meer zenuwachtig te zijn. Ik ga niet dood. Het is iets goeds. Ik weet wat ik aan het doen ben. Je gaat vertrouwen meer op je skills. Um, je vertelde net ook dat er zit een hele theorie achter hoe dat dan ook daadwerkelijk werkt. Van je eerste spreekbeurt waarbij je uh, het, het zweet in je bilnaard loopt. Ten opzichte van een presentatie die je later geeft. En waarbij alles vlekkeloos gaat en je nergens meer zorgen om hoeft te maken. Hoe gaat dat proces in... Uh, in je lichaam. Hoe, hoe werkt dat precies? Nou ja, kijk, dit zijn natuurlijk. Ik, ik ben nie, ik heb hier niet voor gestudeerd. Hè? Dus mm -hmm. dit is, ik spreek nu vanuit mijn ervaring van al die podcasts die ja. ik heb opgenomen. Ja. En, en, en toevallig ben ik nog twee keer theater in geweest met Jan Bommeree. die hier echt een expert in is. En um, wat eigenlijk de. Wat, kijk, we hebben een zenuwstelsel. Mm -hmm. Alleen door het trauma vaak. wat de ouders en zo hebben meegemaakt. is ons zenuwstelsel vaak op een hele jonge leeftijd niet afgemaakt. En dat komt omdat wat eigenlijk. wat je als baby doet. Is je, uh, je, je kijkt naar je moeder. Je, dus je moeder is eigenlijk, je voelt je volgens mij zelf tot de eerste zoveel tijd uh, kan je het onderscheid niet eens maken tussen jezelf en je moeder. Mm -hmm. En je hebt op hoe dat proces. is dus een proces dat eigenlijk, jij moet. Um, je, je stemt je af op je moeder. En door dat te doen, zeg maar, stemt jouw zenuwstelsel zich af op het zenuwstelsel van je moeder. Mm -hmm. Maar stel jouw moeder is gestrest. Of stel je moeder zit met bepaalde dingen in de hoofd. Ja, dit heb ik gehoord. Um, of speelt met nou ja, whatever. Dan is haar zenuwstelsel dus onder spanning. En jouw zenuwstelsel stemt zich daarop af. En kan dus bepaalde bewegingen niet afmaken. Kan dus bepaalde. Kan eigenlijk niet volgroeien. Waardoor je zenuwstelsel eigenlijk. Ja, on, onafgemaakt is eigenlijk. En dat is gewoon. Daar komt heel veel van waar wij last van hebben in ons latere leven. Komt eigenlijk daaruit voort. Uit het feit dat, zich, dat zenuwstelsel zich nooit op een fatsoenlijke manier heeft kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. En zeg maar je fight, flight of freeze mode. Van zit er volgens mij ook nog bij. Um, dat zijn, die kent volgens mij bijna iedereen wel. Je gaat of vechten als, als, als je getriggerd wordt, of je, je klapt helemaal dicht. Of je gaat een beetje weglachen, of je, gaat, je rent weg. Uh, of je komt uiteindelijk in een soort freeze terecht dat je echt helemaal niks meer kan. Nou, iedereen zal zich op bepaalde lagen. Iedere persoonlijkheid, nou niet persoonlijkheidstype, maar iedereen ontwikkelt zich op een bepaalde manier. Mijn respons is doorgaans de vechtrespons. Dus ik ben een vechtertje, ik ga, ik ga dan in de, in de actie. Ik ben dankbaar voor, hè, want dat heeft me gewoon wel veel kracht gegeven ook. Um, maar het is wel een soort... Uh, het is een reactie van je zenuwstelsel op een, op een dreigende situatie. Het zijn overlevingsmechanismes. Al die vier die dingen die ik net omdoe, zijn overlevingsmechanismes. En aangestuurd door dus het zenuwstelsel. En... Um, ja, wat er, wat er dus... Kijk, wat, wat wij dus doen is schieten als wij getriggerd worden. Dus als wij, uh, als wij bang worden ergens voor zonder dat wij het echt doorhebben. Dus of bijvoorbeeld dat ons imago een deuk oploopt. Wat ego-gerelateerde dingen. Het zijn, vaak heeft het dus niks meer te maken met daadwerkelijk echte bedreigende situaties. Want dan is het heel kort, dan is, daar is dat ook nuttig voor. Hè, dan ga je, als je een, 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 op het moment dat een, een auto je dreigt aan te rijden. Ja, dan moet je even helemaal adrenaline en dan zijn je ontspanning. En dan, 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 of een leeuw, je komt ook nog met een leeuw, whatever. Maar dit voelt voor jouw systeem niet anders. Dus je hebt met bepaalde situaties te maken, bijvoorbeeld de podium oplopen, kan dus als je daar dus een ding op hebt, omdat je dus bang bent voor wat iedereen van je vindt, noem het maar op. Kan dat dus uh, voelen als net zo'n bedreigende situatie als bijvoorbeeld een, een auto die je, die je dreigt aan te rijden. En dus ga je in een van die gedeeltes schiet je in een van die gedeeltes van je zenuwstelsel. Um, uh, en ja, om jou eigenlijk in leven te houden. Maar dat, dat klopt helemaal niet meer, want dat, ja, dat zijn geen echte levensbedreigende situaties. Dus dat is gewoon je systeem die dat dus verwaart eigenlijk met elkaar. Dat is een uitleg om het op die manier te geven. Mm -hmm. Maar in ieder geval, de oplossing daar dus voor is dus het hele van het zenuwstelsel. Dat is eigenlijk zo makkelijk, ja, het, Jan Bommer heeft daar dus veel over. En dat is dus ergens is heel makkelijk, want je kunt je gewoon puur focussen op het zenuwstelsel. En dat dat zenuwstelsel eigenlijk die dingen kan loslaten die het vast heeft gezet in zichzelf. Om ja, dus ook die patronen los te kunnen laten en dus meer vrijheid te kunnen ervaren in waar je heen gaat. Mm -hmm. maar eigenlijk is het dus in principe zo, dus de dingen die jou, hè, dus die angsten die je ervaart om je niet vooruit te helpen in het leven of die je niet vooruit helpen in het leven of noem het maar op, ja dat zijn vaak reacties van waar je schiet in een bepaald gedeelte van je zenuwstelsel wat je probeert te laten overleven, maar mm -hmm. wat eigenlijk helemaal niet meer dienend is aan de situatie nu. en dat is gewoon simpelweg vaker doen. is wel grappig hoe je dat uh, hoe je dat uitlegt, want wij gingen in Zuid-Afrika drie, vier, vijf jaar geleden of zo, gingen we ook skydiven. Uh, als je in dat vliegtuig zit, nou, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is niet best. Een vriend van mij, we gingen samen, een vriend van mij die ging voor mij, maar die zag ik dus ook echt naar beneden vallen. En dan, dan, dan gaat het zweet wel, uh, dat, dat breekt wel uit, zeg maar. Maar als je het al gedaan hebt, en je staat er op de grond, dan denk ik, ik wil nog een keer, weet je wel. En dat zul jij ongetwijfeld misschien ook wel naar je, naar je eerste show gehad hebben, ik dacht van: hé, hey, ik heb dit nu gedaan. Ik vond het zo spannend ervoor, maar ik wil eigenlijk nog een keer. En dat is gewoon een proces, wat, wat dus in het zenuwstelsel ja. ook echt zo werkt. En je hebt daar wel, ik vind het wel mooi om erbij te zeggen, want je hebt wel ook wel echt serieuze goede therapieën, waardoor je die echt kunnen helpen met dat, mm -hmm. met het releasen van het zenuwstelsel en zo. En ik denk wel dat dat ook echt wel waardevol is, dat er ook gewoon dingen zijn om je, om je daarbij te kunnen helpen. Weet je, mm -hmm. want het, uiteindelijk is het toch een soort heelwordingsproces waar je. Um, Waar uh, ja, ja wat, wat handig is om te doen, denk uh -huh. ik. Maar ik vind dat zenuwstelsel, ja, dat is echt een. Uh, dat was voor mij echt een soort rabbit hole om in te duiken, omdat het opeens. Vaak als je het over trauma's hebt of patronen, kan het soort van heel zweverig klinken. Maar het is gewoon letterlijke processen die in je lichaam plaatsvinden, in uh -huh. jouw zenuwstelsel. Uh -huh. En er zijn mensen die er veel beter en veel meer kunnen uitleggen dan ik. Uh -huh. Dus weet je, iedereen die erin is, dus moet toch gewoon lekker gaan, gaan onderzoeken. Want ik denk ook wel dat als je die begrijpt. Dan dat is ook echt een opening naar, naar een soort vrijer leven. Omdat veel, eigenlijk alles, veel van wat je doet, gestuurd wordt door dat zenuwstelsel. Ja. Als, je daar, als daar dingen zijn die gewoon ja, onafgemaakt zijn, zeg maar. Dan heb je daar honderdduizend procent last van nu in je, in je huidige leven. Ja, gaaf. Hey, um, vanuit daar de eerste stap naar echt jouw normen en waarden nastreven. Vanuit daar de volgende stappen gaan zetten was dus Truman Show. Vanuit daar komt daar ook That's The Spirit bij zo enk bij in het Engels, that's the spirit komt daarbij. Wat was daar, wat is daar de grote reden achter om dat op te zetten? En, uh, nou, het begon heel um, heel klein eigenlijk met dat, um, want dat was natuurlijk net die hele corona fase was volgens mij het einde daarvan. Dat was nog, je mocht nog in restaurants met QR-codes en weet ik het wat allemaal. Dat was het nog een beetje. Mm -hmm. En we wilden eigenlijk, was het begonnen met één evenement bij, uh, bij een locatie. Ik weet niet of het heel handig is om die te noemen. Maar die wilden die wilde ons daar hosten zonder dat ze QR's gingen, gingen controleren. We wilden een soort sprekers evenement doen en mensen bij elkaar brengen. En eigenlijk was daar Dead Spirit door begonnen. Um, maar het in het moment dat we dat aan het plannen waren, waren die QR-codes en zo er al afgehaald. Dus uiteindelijk maakte het niet meer uit. Mm. Um, maar zijn we het toch gaan doen. Omdat ik vond, zeg maar de troemer was natuurlijk digitaal en, uh, en dat vind ik heel waardevol, maar ik geloof nog steeds ergens dat um, wat dat betreft heb ik wel al, dat heb ik altijd wel geloofd dat het bij elkaar brengen van mensen iets supermoois teweeg kan brengen. Zeker met mensen, of het nou daar sta ik nog steeds achter, weet je, ook in de techno. Er zijn wel mensen die allemaal komen met een passie voor die techno. Vind ik nog steeds heel cool om te zien als je Duizenden mensen bij elkaar brengen met dezelfde passie, wat daar aan energie gebeurt. Ongeacht wat die passie nou precies is, of ongeacht wat dat is wat die mensen met elkaar verbindt. Maar als één verbindende factor, en je kan die mensen bij elkaar brengen, ja, dat voelt gewoon super, super bijzonder. Nou, ik heb natuurlijk, weet ik het, hoeveel evenementen gedraaid in mijn leven. Dus dat is voor mij heel logisch en heel makkelijk. Ons eerste evenement was 150 man. Ja, dat is echt twee vingers in de neus om dat, om dat neer te zetten. Dus ik wilde meer doen dan alleen die, uh, dan alleen die podcast. En eigenlijk begon het toen. Door, um, door mensen bij elkaar te brengen. En ja, dan, dan is het ook wel weer typisch hoe ik in elkaar steek. Dat was, dat verkocht uit binnen een minuut. Toen dacht ik, oh, ja, dit moeten we vaker doen dus. En toen hebben we volgens mij in, want in maart was het even, eerste evenement. En in september hadden we er geloof ik zeven of acht op zitten. Uh, dus in een half jaar tijd hebben we er acht evenementen uitgepompt weet je wel. En um, dat was allemaal van verschillende soorten. En toen kwam eigenlijk... Maart zijn we begonnen en in september hebben we Ahoy gedaan. Mm -hmm. Dus een half jaar nadat we begonnen met die eerste evenementen zijn we met 4.500 man naar Ahoy gaan. En um, toen voelde ik wel van: ja, dit is zo waardevol weer om al die mensen bij elkaar te brengen. Om al die mensen gewoon met elkaar te verbinden en ergens. Weet je, want dat is de filosofie van Dead Spirit altijd geweest. Um, daar verwijst het woordje Spirit ook naar, weet je. En dat er in, in het. Dat, dat er iets groters is wat ons met elkaar verbindt. Weet je wel. En dat er dus eigenlijk dat we dat ons, poten, dat ons potentieel echt ontzettend ver rijkt. En dat we als we daarop intappen eigenlijk, dat we echt van de wereld een mooiere plek kunnen maken. Dat is wel echt de drijfveer geweest vanaf seconde één, eigenlijk om, weet je, de Truman Show heeft heel veel theoretisch blootgelegd, denk ik. En mensen ook echt handvaten gegeven om, om zelf op onderzoek uit te gaan of om zelf iets te gaan doen. Uh, misschien wel in hoe de wereld in elkaar steekt... dan wel met uh, therapie of hoe je jezelf in elkaar steekt. Zo zie ik het zelf graag in ieder geval. Mm -hmm. En ik denk, nou, vervolgens kwam dit de spirit eruit voort... om gewoon echt ook dat met elkaar te verbinden eigenlijk. En om, om mensen ook echt wat te laten zien van... joh, er zijn echt, echt fucking veel mensen hier op deze wereld... die het echt wel anders willen en ook echt wel anders gaan doen met z'n allen ook mm -hmm. al. En dat idee alleen al, weet je wel, dat mensen bij elkaar brengen... en op dat gevoel in te laten tappen... Ja, dat vind ik gewoon uh, dat, dat vind ik super waardevol. En, en ik denk dat idee, is dat idee is dat geboren. Nou, dat komt later natuurlijk een streamingsplatform uit voort. Um, omdat ik vervolgens ook wel voelde van, uh, ja, je wil eigenlijk iets zetten wat gewoon blijft staan, weet je wel. Wat gewoon echt groot kan worden. En waar mensen toch wel door voortbouwt op de Truman Show. Echt een plek waar gewoon je op je bewustzijnsreis gewoon je thuis kan voelen. Waar je dan ook zit, weet je. Kom je en omdat je... Uh, uh, op voeding iets wil, iets wil weten of dat je juist over de psyche iets wil weten of dat je nou dat is één plek waar je op al die dingen gewoon um, waar, waar je voor al die dingen terecht kan en, maar iedere keer maar met als doel toch weer die zingeving weet je wel en dat um, proberen mensen iets mee te geven dat is ook die theatertour is nu ook weer zo erg dat was vanaf weet je de weg naar vrijheid je wil gewoon mensen iets meegeven om in hun kracht te gaan staan weet je wel, wat dat ook is om, om je te ontdoen van die dingen die je gevangen houden. En um, ja, om daar echt in te gaan staan. En, en, en je sterk te voelen en, en je zingeving te gaan volgen, mm -hmm. vinden, voelen, ja. volgen. Heel gaaf. Want heb je vanuit daar, wat je zegt, voor zo'n theatertour, -sure, uh, theater heb je dan de eerste keer heb je zenuwen, dat je dat doet. Je wil uh, dat mensen wat ze in een podcast van je zien, dat ze dat ook bij een theatertour zien, dat je dat uh, bevestigt, zeg maar, die persoonlijkheid. Als je zo'n event doet, hè, de eerste keer voor 150 man, heb je dan datzelfde gevoel van hé, ik wil dat ook bevestigen daar, of zit dat dan weer anders in elkaar? Je bedoelt die eerste, dat eerste evenement wat we toen deden? Ja, gewoon heb je dan ook, had je ook dat gevoel van zenuwen wat je bij zo'n theatertour hebt, of was dat ook echt puur en alleen gekoppeld aan het stukje uh, spreken voor een groot publiek? Of ho hoe zit die? Ik sprak toen ook voor die mensen, mm -hmm. dus ik heb denk ik wel die, uh, ik denk dat ik toen nog veel nerveuzer was dan uh, dan nu de laatste keer. Mm -hmm. um, maar ja, ik voel voor een los evenement organiseren... waar ik niet zelf op het podium hoef te staan... voel ik weinig ja. zenuwen ja. nog eigenlijk. Maar dat, dat komt... Ja, weet je, als je al zo lang meedraait... Ik heb mh, hoe lang? Mh, negen jaar in die evenementen zien gezeten. Hè? Ja. Een festival met twintigduizend man gedaan. Ik bedoel, dat... Had je dan nul zenuwen? Had je dan, als je aan het draaien was? Draaien draai wel. Ja, maar, je... dat, maar dat is hetzelfde weer. Hè? Ja. Op, op het podium staan voor al die mensen... Ja. waar je dus als je één foutje maakt... je voor lul kan staan... Ja. Dus daar had je wel ook wel... Daar had ik kapot zenuwen. <laughs> maar, maar kijk, dat kon ik wegzuipen ja, toen, hè? Ja, ja. ja, dat zie je vaker, hè? Dat, ik heb die documentaire van uh, die uh, André Hazes ook gezien. Als die de show opging, ook voor, toen hij nog verslaafd was... dat was ook echt zenuwen van hier tot daar En dan ging hij zuipen en dan ging het wat beter. Maar dat, dat is precies wat ik toen ook deed. Ja. Gewoon zoveel drinken dat je gewoon eigenlijk tijdens het draaien ongeveer... daarom ging het ook mis op het einde... Mm -hmm. Uh, dat je die zenuwen niet meer voelt. Maar je hebt steeds meer nodig om die zenuwen niet meer te voelen. Ja. En die zenuwen is natuurlijk niet waar het echt over gaat. Je hebt zoveel nodig om dat gevoel, die pijn van binnen niet meer, om niet meer te voelen. Ja. Dus dat wordt steeds meer en steeds meer. Ja, dat, maar dat is ja, zeker. Dus, maar dat, daarom is het ook zo, als je daar op een gegeven moment mee stopt en je kiest ervoor om dus bewust met die dingen om te gaan, dan is dus zo'n theatertour of zo'n evenement of een podcast of wat je dan doet in je leven welke Al die drempels die je tegenkomt, mm -hmm. zijn allemaal drempels om jou te helpen transformeren ja. en die dingen los te laten. Ja, gaaf. Ja, als je, je ziet dat ook hè, gewoon bij mensen die uh, verslaafd zijn geweest of... Uh, nou, noem het verkeerd, maar ik denk dat je op dat moment gewoon denkt dat je doet wat goed voelt. En ja, of dat dan verkeerd is, dat kun je zelf, kun je zelf als persoon zijn een sticker opplakken of een stempel opdrukken. Maar ik denk het belangrijkste is, is het verschil van als je er bewust mee omgaat in plaats van dat je gewoon doet wat je impulsen aangeven, Dat dat verschil zo groot gaat zijn in het goed voelen ten opzichte van hoe je het altijd gedaan hebt en denkt wat goed voor je was. Het is altijd mooi om te zien bij mensen die dat, uh, die dat op die manier over praten, zoals jij ook doet. Hé, hey, ik ben benieuwd. Je hebt heel veel meegemaakt. Um, in je loopbaan, in je carrière, hoe je het wil noemen. Zoals je weet, het thema van de podcast is schouders eronder. We hebben elke aflevering de vraag: wat voor jou in jouw leven echt het moment is geweest dat jij echt door hebt gebeukt en die schouders eronder hebt gezet. En daardoor dus ook nu bent waar je nu bent gekomen. Voor man, dat zijn echt zoveel momenten geweest. Want dat is, het is wel mooi hoor. Dat vind ik ook tof aan, aan het thema wat, wat je doet. Is dat. Uh, zeker als je wat op een gegeven moment meer met spiritualiteit bezig gaat zijn en zo, dan is het een soort, weet je, dan hebben we het allemaal over manifesteren ja. en allemaal over dat soort termen waar ik op zich in geloof. Ja. Alleen, dan wordt er bijna zo gedaan alsof uh, je schouders eronder zetten niet meer nodig is. Alsof alles je komt aanwaaien of zo. En dat is, dat denk ik echt, als je daarin gelooft, het is een combinatie van. Het is, het is denk ik... Um, ergens in geloven en dat aantrekken, dat is denk ik één. Maar je, met, je zult er altijd keihard voor moeten werken. Het is gewoon alleen als het voortkomt uit die ja in jou, als het voortkomt uit die zingeving, uit die normen en waarden, als, als dat allemaal daaruit voortkomt, voelt het 9 van de 10 keer niet als hard werken. En ik weet nog dat toen wij uh, het Streamsplatform lanceerden, dus dat is bijna een jaar geleden, inmiddels. Um, ja, dat ontwikkelen daarvan. Dat is echt, dit is het grootste project dat ik ooit heb gedaan. Ze dus we werken ook met negen mensen fulltime nu. Dat team groeit oh, ja. als een gek. Ja, en um, wat echt super leuk is, maar, maar ook echt wel bizar. Um, en ja, het is echt groot om ont het ontwikkelen, weet je hoeveel mensen er aan dat project ook nog eens werken. Niet alleen bij onze dienst, maar ook nog eens als, weet je, als op inhuur. Maar nou, goed, het maakt niet uit veel. Mm -hmm. Ik zeg het alleen omdat het on ontzettend groot is. <laughs> en omdat het denk ik tien keer groter is dan ik ooit had verwacht dat het zou gaan worden. En vorig jaar zaten we nog met een team van, denk ik, vier, weet je wel, eraan dat, dat, te werken. En um, we hadden een deadline gesteld. En die deadline, uh, als je met IT-achtige projecten werkt, dan weet je, die deadlines zijn bijna nooit gehaald worden. En we moesten live gaan op volgens mij 22 maart. En twee weken van tevoren was het echt alles behalve nog klaar. Mm -hmm. Maar echt alles behalve nog klaar. En ik weet nog dat ik met. Scenen, daar moet ik er echt voor altijd de props en shout-outs voor geven. Dat zij en ik hebben, denk ik, bijna wel twee weken lang, van ochtends tot s nachts, soms op kantoor slapend, soms niet slapend, gewoon doorgebukt doorgebukt, 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 doorgebukt om het voor elkaar te krijgen. Omdat anders kregen we het gewoon niet voor elkaar. En uiteindelijk zijn we totaal niet live gegaan met een product waar ik echt blij mee was. Waar ik echt, echt weet je wel, waar ik echt tevreden mee was. Maar we, zijn, we konden live. En dat kon in ieder geval de eerste opzet was gedaan. En ik wist wel dat we vertrouwen hadden van de mensen die ons volgden. Want toen gingen we live en toen was het ook gelijk, zoveel mensen werden lid. En dat gaf ons echt een financiële boost weer om het gelijk weer verder uit te kunnen bouwen. En dan word je, dus snap je ook weer gelijk beloond. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat dat was misschien wel de meest challenging time. Een van de meest challenging times in, in de afgelopen tijd. Omdat het mm -hmm. zo zwaar en zoveel was. En het was zo hard doorbeuken, maar je wist gewoon, dit is. Zo goed wat er staat, het is nodig en we geloven er zo in. En dan, we hebben er zo'n lol ook tegelijkertijd om gehad, weet je. We konden niet meer, we waren mm. helemaal op. En, maar we hadden zoveel lol in wat we deden en het was leuk. Eh, waardoor het misschien, anders had je het niet getrokken, weet je wel. Anders had niemand dat getrokken waarschijnlijk. En dat zijn wel een van, als je mij vraagt wat is daar het meeste schouders onder het moment, is, is misschien dat het wel geweest. Maar ik denk als je, in ondernemerschap in ieder geval dat je hoe groter je wordt, hoe meer van dat soort momenten je zult kennen, omdat je gewoon iedere keer keuzes moet maken die gewoon heel ingewikkeld zijn. Mm -hmm. Waar ga je heen? Afscheid nemen van een bepaald persoon. Wat is de visie waar we heen willen als, als bedrijf zijn er dan? Maar ik denk dat dat op persoonlijk vlak net zo geldt. Ja. En um, ik denk dat je, ja, we hebben gewoon heel veel schouders eronder momenten, zonder dat we het misschien door hebben of zo. Mm -hmm. En um, ja, dat dat misschien wel, weet je, toch weer mooi om daar weer toch op te komen, maar Eigenlijk elke keuze die je maakt, is wel een soort schouders eronder moment. Mm -hmm. Want je hebt bij elke keuze weer de, de keuze om te kiezen voor uh, misschien wel de weg met de meeste weerstand, met het mooiste resultaat, of de weg met de minste weerstand mm -hmm. en de meeste comfort. 100%. En ik denk inderdaad dat hè, dat is iets wat we vaker ook wel horen: inderdaad, je zegt van ja, ik heb zoveel schouders eronder momenten dat ik ook niet kan kiezen. Maar als ik er dan één moet kiezen, dan is het die en die om die reden. En ik denk ook met That's the Spirit dat dat weer die volgende stap is of zo bij jou op het gebied van die zingeving. True Show is leuk, digitaal heb je heel veel waarde uh, aangehad en nog steeds. Maar om echt weer die volgende stap te zetten op het gebied van in contact komen met mensen, zien waar je het daadwerkelijk voor doet. Want ik denk dat dat ook een heel groot onderdeel is van dat platform. Dat je ook echt die bevestiging krijgt van hey, wat we doen is goed en we helpen daar heel veel mensen mee en dat dat daardoor dus ook voor jou een schouderstonden moment is. Oh zeker weten. Maar het is sowieso het feit, het feit dat je uh, met wat je doet mensen kan helpen mm -hmm. dat, dat vind ik wel dat heb ik nooit eigenlijk zo doorgehad of zo maar nu begin ik dat wel ja de dankbaarheid die je daarvoor voelt het is, weet leip, je, het, he? het is echt, echt anders ja. het is echt anders het feit dat je realiseert dat wat mensen wat aan je hebben mm -hmm. aan hetgeen wat je doet en dat je daarmee uh, je brood kan verdienen mm -hmm. en um, ja door dus eigenlijk je passie te volgen dat je ook andere mensen kunt helpen mm -hmm. ja dat is wel een hele andere vorm van creëren. Dan alleen maar creëren dat wat jij leuk vindt. Of, ja. um, of, 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 of wat je denkt wat werkt of zo. Wat natuurlijk ook tof is. Alleen de verdiepingsslag maken met echt mensen kunnen helpen. Ik denk wel dat dat ook zoveel energie geeft en extra zingeving geeft. Dat is ook wel echt iets wat je, wat je vooruit kan stuwen. Ja. En ik denk ook dat dat steeds meer mensen zich daar dat realiseren... en dat ook steeds meer mensen willen dat gaan doen. 100%. En hoe tof is het, weet je Als dat je drijfveer is om andere mensen te helpen... En, en steeds meer mensen gaan dat doen... ja, hoe, hoe mooi ja. kan de plek dan worden waar we ja. ons in begeven, weet je wel? Ja, dat is echt dik. Ja, wij merken dat nu al, zeg maar. Laat staan met de grootte waar jij op zit. Kijk, wij beginnen nu ook steeds meer te groeien en te groeien. En wat grappig. Dat is zondag. Vandaag is dinsdag. Was zondag, was ik op het strand in Scheveningen. ik zei met, met, met de hond. En uh, <laughs> we lopen een uh, terrasje op met, uh, uh, om, om wat te gaan eten op het strand. En er stond een sauna hok voor dat terras. Dus dat verhuren ze dan. En dan kunnen jongens en meiden die kunnen daarin. En dan uh, een koolplunch zat ernaast. En op een gegeven moment. Er zat een raam, dus die konden naar het strand kijken. En op een gegeven moment, ik zie zo'n deur opengaan. Een jongen, helemaal bezweet van die sauna, die steekt zijn kop eruit. Hé, <laughs> hey, toffe podcast, maak je van. <laughs> dat soort dingen, dat je dat ineens, dat, dat ineens begint te komen. en dat je dat daardoor erkenning krijgt. Dat is ja, een soort van onbetaalbaar zo. Want ik vind dat echt zo gaaf en helemaal op het niveau waar jij op nu presteert. met theatershow's en mensen die uh, betalen om jou te kunnen zien en daarmee advies. En Tips en tricks, op welk welke gebied dan ook jij ze in kan helpen. In um, ja, investeert en jou daarin vertrouwt. Dat is een bevestiging van: heb ik jou daar? En ja, dat is mooier dan dat. Kan het bijna niet, man. Nee, echt ik, ik, ik ben het er echt Ik ben het er echt mee eens. En ik denk, weet je, ja, dit is dit, dit. Hoe groter je wordt, hoe meer mensen je props geven, maar hoe meer mensen ook gaan haten. Dat is mm -hmm. dus ook echt ja, de consequentie zeg. die daarbij ja. komt. Maar ik weet, je, het is natuurlijk. Want, Succesverhalen en zo zijn vind ik altijd super tof, en ook om naar te luisteren en zo. Het kan mensen ook vaak ontmoedigen, denk ik, ergens wel van oh, maar moet ik dan allemaal dit en dat? Maar dat denk ik dus niet. Weet je, je kan gewoon hele kleine dingen doen om gewoon uh, dienstbaar te zijn en om andere mensen te helpen. Mm -hmm. En um, maar ook met met hetgeen wat je doet in je leven, weet je, het hoeft niet groot te zijn. Het is ook helemaal niet iedereen's pad, het is niet iedereen's pad om om super groot opeens een gezicht te gaan worden ergens voor of bekend te worden of weet ik het wat. Dat moet... Als iedereen dat zou willen, zou, of iedereen daar, weet je, dat pad zou moeten bewandelen, dan zou het ook een gekke plek worden. Ja. Maar ik denk, ja, het kan al... Zeg maar, je... Weet je, het lef hebben om te gaan staan en, en al nee te zeggen tegen dingen. Mm -hmm. Dat is echt al het moedigste wat je kan doen. En daarmee ga je al mensen helpen. Alleen al die daad gaat mensen helpen. Weet je, dat is gewoon wat mensen zich echt moeten realiseren. Dat het gewoon zo klein is, de keuze om nee te zeggen ergens tegen. De keuze, überhaupt de keuze maken wat een wat alignment met jou is, zorgt al voor een ripple effect naar alles en iedereen om je heen. Omdat je voor een spiegel fungeert, mm. omdat je. Maakt niet uit, weet je wel. Het is gewoon voor jezelf gaan staan. Dat is al die keuze. Dat lef hebben om dat te gaan doen. Dat is al de verandering. Mm. Um, ja, dat, dat maakt al dat de wereld zal gaan veranderen. 100%. Mooie afsluiten, man. Ik uh, ga je bedanken. Voor je tijd, voor het langskomen. Wat ik zei, ik heb echt enorm uitgekeken naar dit gesprek. En het is me 100% zeker weten niet, uh, niet weten teleurstellen. Het is alleen maar de goede kant opgevallen. Dus ik ben echt heel blij dat je bent aangeschoven. Ik heb genoten. Ik heb er mooie dingen uitgehaald. En die ga ik zeker zelf ook weer meenemen. Thanks man. Bedankt. Kijkers, luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Mochten jullie af en toe een blaffende hond op <laughs> de achtergrond hebben gehoord, dat was Bowie. Excuus daarvoor. de <laughs> <moet> bandje <bench> uit. <laughs> en ik ga jullie vragen om te abonneren, liken en te reageren. En dan zien we jullie weer bij de volgende. Ciao! 嘿嘿